Ja, dames en heren, hartelijk goedemiddag op Sportclub Genemuiden TV. Mogelijk gemaakt door Breeman.net. Vandaag de wedstrijd van het jaar, althans tot vorige week. Sportclub Genemuiden tegen Urk. Ja, het gaat nergens meer om, Leo. En dat kunnen we ook zien in de opstellingen. Dat de trainer van Urk ook de tweede keuze, aanhalingstekens, de kans geeft om te kunnen voetballen. Om ook een keer een wedstrijdje vanaf het begin mee te doen. Nou, en Sportclub die kijkt gewoon richting dinsdag. En die wil geen blessures of schorsingen of wat dan ook oplopen. En hoe zie je dat dan terug in de opstelling van laten we het maar vooral over Genemuiden hebben vandaag? Inderdaad, niet aanlopen tegen de zoveelste gele kaart wat dan automatisch een schorsing betekent. Neem de opstelling maar eens door. Wat valt je dan op? Nou ja, in ieder geval... Achterin beginnend hadden plezier bijvoorbeeld. Ja, harde plezier. Is ook een jongen die volgens mij nog geen wedstrijd gespeeld heeft dit seizoen hier. Nou, Ryan Valente uiteraard wel, met Jens wel. En ook Bart-Jan Brouwer wel. Matthias Breeman ook wel op middenveld. Maar bijvoorbeeld een Raymond Beens, die is ook nooit gestart niet. Okay. Ja, misschien helemaal in het begin van het seizoen. Toen in de voorbereiding, toen zat hij er wel heel dicht dit ding aan. Maar uiteindelijk heeft toch de trainer een andere keuze gemaakt. Ja, precies. En dan schuiven we door naar Nathan Bos. En Nathan Bos. Ook alleen maar wat invalbeurtjes en de rest. Nou ja, en voorin... In principe, Simon Eekhoorn, die hebben we wel eens vaker gezien. Ja, het is echt schakelen vanmiddag naar een wedstrijd waar van alles op het spel stond. En waarin een kampioenschap verdeeld moest worden. Dus twee kemphanen, zo kunnen ze ze rustig noemen, tegen elkaar. Genemuiden tegen Urk. Nou, en dan gaat het mis en maak je geen winnende treffer tegen Flevo Boys. En dan gaat het niet door, het hele feest niet. Nee, het leek goed te gaan, zeg maar. Na die 1-0 achterstand tegen de Flevo Boys werd het al gauw op 1-1 gezet door dat doelpunt van Kai Velda. De tussenstanden op de andere velden leken ook positief. 1-0 voorsprong van Berkem. Nou, toen was echt het sfeertje optimaal daar in Emmeloord. Alleen dat sloeg als een blad aan de bomen om. Want het mocht niet zo zijn. Genemuiden verloor uiteindelijk met 1-2, 2-1. Want Flevo Boys speelde thuis. Urk won met 2-1. Tegen Berkum. Had je dat ook zo voorspeld, Leo? Was dat conform verwachtingen? Of? Nou ja, ik wist wel dat ze een lastige middag zouden hebben daar bij Flevo Boys. Flevo Boys is gewoon een hele goede ploeg. Maar dat ze uiteindelijk verliezen, daar moeten we natuurlijk wel reëel naar kijken. Kijk, weet je, toen speelde er Jens-Jens Streutkel voorin erbij. Want aan een gelijkspel hadden ze niks, want dan werd Urk ook kampioen. Nou, dan ga je dat doen, dan ga je risico's nemen. Nou, en het risico's leverde op dat er een half minuut voor tijd uiteindelijk nog 2-1 wordt. Maar ik denk dat je daar doorheen moet kijken. Hetzelfde wat ik vind waar je ook doorheen moet kijken. Dat je het kampioenschap niet verloren hebt afgelopen zaterdag niet. Nee, wanneer dan? Nou ja, bijvoorbeeld een thuiswedstrijd hier tegen NEC Nijkerk. Wat je maar 1-1 gelijk speelt. Waarin je ook de gelijkmaker eigenlijk een half uur voor tijd al maakt. Maar daarna bijna niks creëert niet. Omdat je gewoon de creativiteit niet kunt vinden om mensen alleen voor de keeper te zetten. Of met een goede individuele actie kansen te creëren. Maar dat soort potjes, dat zal gewoon beter moeten. Kijk, en Boetsema, heb ik het al een keer eerder over gehad, dacht ik. Maar we waren bij Dovo en Boetsema zegt ook van... voor ons is het gewoon prettige voetbal als we in Prasse Hogen zouden komen. Want daar komen tegenstanders die meer willen voetballen... en dan krijg je meer ruimte om te voetballen... en dan wordt de wedstrijd ook gewoon beter. Maar goed, dat is dus ook een vertaling richting NEC Nijkerk... waarin dat gewoon helemaal niet lukte tegen een zeer verdedigende tegenstander. Dus ik denk dat mocht Genemuiden, want ze kunnen nog steeds promoveren... maar mocht Genemuiden in de hoofdklasse blijven... is denk ik toch dat toch wel een punt van aandacht. Want ik weet nog uit bij Buitenpost ook... het was gewoon heel lastig en heel moeilijk tegen die tegenstander... die ook eigenlijk op zo'n gewoon gras en weet ik wat allemaal meer... die liet gewoon heel weinig ruimtes los... en dan heeft het Genemuiden gewoon lastig. Absoluut. Toch nog maar eens weer terug naar de wedstrijd van vandaag... die 4 juni 2022... Ja, thuis tegen Urk. Ja, dat had de wedstrijd van het jaar moeten worden, maar het mocht niet zo zijn. Hoe zou het zijn om deze wedstrijd te voetballen als speler van Sportclub Genemuiden nu? Ja, eigenlijk heel lastig en heel vervelend. Want ik had net met Kai Velder nog even over. Van, in de voetballerij leg je pieken neer. Een piek is meestal een wedstrijd op zaterdag. Meestal doe je maandag dan als ze drie trainingen hebben hier bij Genemuiden, ga je maandag dan ga je rustig afbouwen, de druk eraf halen. Nou, de dinsdag ga je het weer opvoeren en de donderdag dan ga je je ploeg topfit maken voor die wedstrijd van zaterdag. Nu
ga je die ploeg niet topfit maken richting zaterdag? Maar die zaterdagwedstrijd is wel niet belangrijk niet. Dus wat kun je vanmiddag verwachten? Ik denk een trainingspartijtje. Ja, en wat zou dan zeg maar, het doel van Genemuiden zijn? Zeg maar? Urk speelt echt helemaal nergens meer voor. Genemuiden moet zich gaan voorbereiden op de na-competitie. Ja. Waar zal de trainer zeg maar, dan de nadruk op leggen vandaag? Nou ja, ik denk zonder blessures en zonder schorsingen hier van het veld afkomen. En het resultaat is even niet belangrijk in die zin. Hun weten ook dat er... Dat er straks nog een toetje eraan komt. En dan kan het zo zijn, als jij tweede wordt, dat je dan eerst een thuiswedstrijd voetbalt en dan je derde wordt, andersom. Ja, want is dat dan zeg maar nog wel wat er toe doet vandaag, wat jij nu zegt? Nou ja, is dat van invloed op de na-competitie die we vanaf dinsdag moeten gaan spelen? Nou ja. Of is de volgende tegenstander al bekend? Ik weet het nee, niet. Nee, er is niks van bekend. Het is allemaal afhankelijk van vanmiddag. Dus kwart voor vijf weet je. Maar is de tegenstander wel bekend? Of ook is niet, ook nou allemaal niks bekend? Het is, wat er bekend is, dat is het trainingsschema. Ja, dus de nummer 2 van de hoofdklasse B speelt tegen de nummer 3 van de hoofdklasse A. Nou, de nummer dat speelt tegen die. Nou, en dan heb je ook nog 2 ploegen. Die de nummer 4, die speelt tegen de ploeg uit de derde divisie. Ja, maar even een pepje en kokkietaal. Dinsdag wordt er in ieder geval na competitie gevoetbald en zaterdag ook. Dat is 2 wedstrijden tegen dezelfde ploeg. De winnaar daarvan gaat door en de verliezer haakt af. De verliezer haakt af. En als je wint, ga je door naar een volgende wedstrijd. Eindronde. Eindronde en dat bepaalt uiteindelijk zeg maar of je... Promoveert naar de derde divisie of niet. Even eroverheen stappen. Ja, goed. Wat een mooie diepe zucht. Ja, mooi dat we weer mogen voetballen. Oké. Okay. Na de wedstrijd van het jaar tegen een wedstrijd die er vandaag totaal anders uitziet. Hoe voelt dat, deze wedstrijd tegen Urk? Ja, niet leuk in die zin. Even een groot baalmoment vorige week. Verloren, nou, dat wist je. Het enige wat je niet mocht doen, dat is verliezen. Ja, het is wat het is. Donderdag met de jongens wel weer de koppen bij elkaar gehad. Dinsdag was eigenlijk een baaltraining. Snap ik, de jongens wouden heel graag. Het mocht niet zo zijn. Urk verdiende kampioen. Dus nu is het oprichten op de na-competitie. Ja, wat hebben jullie het met name dinsdag over gehad? Wat waren de pijntjes of waar ging het over? Nou, meer de teleurstelling die je moet verwerken. Hè, je hebt toch een heel lang seizoen. En gehad met elkaar. We hebben een doel om voor te vechten met z'n allen. Hebben we niet gehaald. In die zin, na competitie was ook heel belangrijk. Ja, we moeten dat niet zien als een troostprijs. Wij moeten dat zien als een hele grote kans. En ja, dat is dan weer opladen. En dan is het vanaf donderdag is het weer richting Urk. Zorg dat die wedstrijd goed doorkomt en dinsdag na competitie. Wat is de intentie van deze wedstrijd? Wat is de bedoeling? Zorgen dat we met een goed gevoel de na competitie ingaan. Dat we de competitie waardig afsluiten. Dat we fit en heel blijven. En vandaar dat er weer een heel mooi elftal staat. Ja, ook nagedacht over het voorkomen van schorsingen neem ik aan. Zeker. Wie zijn er vandaag niet bij? Nick Buitink, Kai Velda en Arend van der Wetering. Thijs Dekker, maar dat is meer qua pijntjes. En die zijn er dinsdag sowieso weer bij, dus dat zijn er weer een stuk of 4 extra. Wat zijn de mogelijkheden om tegen te voetballen aanstaande dinsdag? Heb je daar naar gekeken, naar zeg maar, hoe schema's kunnen gaan? Of heb je dat totaal losgelaten? Nou ja, ja, je kijkt daar natuurlijk wel naar, want je bent daar mee bezig als trainer. En dat zijn een ploeg of 6 volgens mij. En wij kunnen tweede, derde, vierde worden. De derde divisie. In de hoofdklas kunnen nog dingen verschuiven. Dus ja, we hebben gewoon wat lijntjes uitgezet. Dat we niet verrast worden. Ja, en we weten om 4:15 pas precies wie het is. Hoe heb je die lijntjes uitgezet? Hoe ziet dat er precies uit? Nou, we hebben wat mensen naar wedstrijden gestuurd om tegenstanders te bekijken. Die eventueel in aanmerking komen als de volgende tegenstander. En we willen gewoon overal serieus mee bezig zijn. Goed voorbereid zijn. Dus vandaar dat we dat hebben gedaan. Is het verlangen van deze wedstrijd, behalve met een goed gevoel de na-competitie, dan ook nog ingaan om zo mogelijk, zo hoog mogelijk te eindigen om bepaalde tegenstanders te ontlopen? Of is dat ook allemaal. Nou, maar omdat je niet weet hoe het is. Nee, je weet niet hoe het gaat. En weet je, je bent sportman en je wil zo hoog mogelijk eindigen. En wij moeten zorgen dat we achter Urk laten zien dat we de beste van de rest zijn. Dat we alsnog de competitie goed afsluiten. Nou ja, dat zeg ik. Dat betekent ook met fit blijven, heel blijven en schorsingvrij. Er staan bloemen in de kleedkamer van Genemuiden. Voor wie zijn die? Voor de spelers van Urk. Hoe voelt dat als speler? Hoe voelt dat als trainer? Nou, weet je, je bent sportman, je wil winnen.
Maar ik vind ook dat je op een goede manier je verlies moet tonen. En zij zijn de terechte kampioen, want zij hebben meer punten gehaald. Eens. En daar kunnen we heel moeilijk over doen, maar dat doen we niet. We moeten daar ook sportief in blijven. Ja, en respectvol. En dat gaan we straks doen met de spelers van Genemuiden die een bosje bloemen aan gaan bieden aan de kampioen, de terechte kampioen. Absoluut. Van deze klasse. En vanaf dinsdag gaan we de na-competitie in. Maar eerst vandaag. Eerst vandaag nog, ja. 3 punten. We gaan ervoor. Top. Oké, dankjewel. Ja, Leo. Er was ook allemaal weer klippenklaar duidelijk wat de trainer zei vandaag. Ja, volgens mij was dat ongeveer ook het verhaal van wat ik al een beetje gezegd heb. Vooral heel blijven en vooral ervoor zorgen dat niet dat er geen schorsingen of blessures eraan komen. Ja. Want die wedstrijd van dingen, natuurlijk, een sportman wil winnen. Dat is een klassikaal antwoord van de trainer. Absoluut. En dat doet me eigenlijk niet. Maar als voetbal lijkt me dit de lelijkste, de vervelendste, de irritantste wedstrijd van het jaar. Om de wedstrijd die werd betiteld als de wedstrijd van het jaar, dan uiteindelijk te moeten voetballen als ploeg die tenminste tweede wordt. In ieder geval geen kampioen. Bloemen geven aan de tegenstanders, ja, het is wel een dingetje allemaal, hè? Zeker, maar ook duels ingaan, daar had het ook niet over gehad. Maar hoe ga je nou een duel in een wedstrijd om die bal te Nee, maar toch nog even terug naar die bloemen, zeg maar. Hoe zou je dat vinden als speler om een bosje bloemen te moeten uitreiken aan de kampioen van deze klasse? Ja, en vooral omdat het een beetje rivaliteit is. Kampioen, geen kampioen. Ja. Maar ja, goed, je moet gewoon trots zijn en gewoon durven doen. Want met Ajax Feyenoord hebben we er ook wel eens een keer gezien dat hij ook een erehaag maakte. Ja, waarom niet? Kijk, ja. Urk heeft gewoon meeste punten behaald, dus ja. Is gewoon de terechte kampioen. Nee, ja, precies. Weet je, en uiteindelijk de ploeg met de meeste punten is de terechte kampioen. En dat is Urk in dit geval geen enkel probleem natuurlijk. Maar goed, er zijn dus toch nog wel wat belangetjes voor Sportclub Genemuiden om hier met 3 punten aan de haal te gaan. Al zijn die belangen op voorhand niet helemaal duidelijk om uit te kunnen maken wie je wil dat je volgende tegenstander wordt. En dat is allemaal gewoon niet te overzien. Hè? Daarom heeft hij lijntjes uitgelegd. En daarom heeft hij ook iemand, denk ik, wel op de bank zit. Een elftalleider of wat dan ook. Die dat gewoon bijhoudt. En dat er wel degelijk gerekend wordt. Ja. Van hoe staat het nu ervoor? Moeten we deze wedstrijd wel gaan winnen? En dat soort dingen. Kijk, en het vervelende wat ik dus ervaring mee heb van andere wedstrijden waar ik ooit wel eens gezien heb, teams die ik gevolgd heb, zijn dit soort wedstrijden is meestal altijd een hele grote kans erop dat je dan ook echt blessures oploopt. Omdat je als speler niet weet hoe je een duel in moet gaan. Nou ja, om maar heel te blijven. Ja, precies. En als je inderdaad op voorhand een wedstrijdje voetbalt om heel te blijven, nou, dan weet je één ding zeker. Dan blijf je niet heel. Maar goed, we zien aan de opstelling in ieder geval dat er een aantal mensen rust zijn gegeven door pijntjes. Of dat ze tegen schorsingen aanlopen. Of dat ze met kleine pijntjes lopen. Nou ja, voor de rest een opstelling op papier waarvan je zegt van nou ja, daar kun je toch een mooie partij voetbal mee op de mat leggen. Tegen hier het Urk, wat ook niet met zijn beste opstelling het veld betreedt, hoor ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik snap dat ook wel. Het is ook het afscheid van het geheel. Maar wat bij Urk opvallend is, dat de trainer van hun 2 weken geleden benaderd is door de treffers. Ja, maar hij mocht niet weg. Hij mocht niet weg, nee. Zal dat na het binnenhalen van het kampioenschap inmiddels anders zijn? Dat het bestuur daar anders over denkt? Nee, houden ze hem nu echt vast aan dat contract? Omdat hij hier nu is. Ja, nee, deze wedstrijd. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat je zeg maar nu het kampioenschap binnengehaald, dat je dan toch alsnog van de club wel weg mag. Terwijl dat voor die wedstrijd van het kampioenschap niet mocht. Nee, dat snap ik. Maar de treffers heeft die boek afgesloten. Oké, dat boek is echt helemaal dicht. Ja. Gaan we niet meer over hebben op Urk. En dat is allemaal. Nou ja, wat ook wel grappig was. Tweets op Urk, een van de best bekeken tweets die wij zeg maar op het internet hebben gezet, was de reactie van René van der Wij dat Urk liever 2 keer van Genemuiden won dan kampioen worden. En dat heeft natuurlijk wel wat reacties opgeleverd vanuit het Urkse. Want nu moeten we oppassen dat niet allebei gebeurt. Hè? 2 keer winnen van Urk en kampioen worden, dat zou helemaal wat zijn. Ja, dan komen er nog meer Twitterberichten eraan. Wordt een stukje nog een keer weer herhaald. Maar ja. De mensen op Urk hebben dat nog steeds goed onthouden. Maar een aantal maanden geleden de trainer daar verteld heb. En die heeft dat Twitterbericht echt weer opgezocht. Ja. Om dat toch nog een keer weer te doen. Maar het is gewoon leuk, klaar. Nee, precies. Voetbal, humor. Andersom was het ook gebeurd. Nee, maar dat had zeker gebeurd.
Maar goed, nogmaals, we gaan straks kijken met een verslag van Richard Ruig naar een wedstrijd. Ja, waarvan we tot 2 weken geleden van dachten van nou, dat wordt een heel spektakel. Dat wordt de wedstrijd, die gaat bepalen. Regionale omroepen. Ja, precies. We konden zelf als Breman net niet op onze vaste plek gaan staan. Want Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, RTV Oost. Nou, je kunt de ESPN hadden zich ook aangemeld om die wedstrijd live te verslaan. In ieder geval, maar nu zijn wij alleen. Ja, nu zijn we alleen. Dus omdat het ook geen wedstrijd is waar niks meer op spel staat. Nee, precies. Nou ja, nogmaals. Maar laten we hopen dat over 2 weken, op de 18e juni, dat we hier weer staan. En dat er dan een wedstrijd is voor promotie. Ja, want nogmaals, dinsdag, dat is zeker. Dan wordt de na-competitie gevoetbald. Nou, wat dan ook zo goed als zeker is, dat wij van Bremen net natuurlijk bij zijn. Onder voorwaarde natuurlijk, want stel je voor dat je naar ergens onder in Zeeland moet. Wat dan? Of ja, bestaat die mogelijkheid niet? Ja, zeker kan dat. Dus het is allemaal afwacht, maar het heeft geen enkel zin om op te gaan filosoferen daarover. Het schema is bekend, nummer 1 tegen de nummer 3 en weet ik er allemaal meer. Nou, en een kar over 4. Als de standen bekend zijn, hey, die is de eerste geworden, invullen. Goed, Kim, cameravrouw. Richard, verslaggever. En onze eigen Reeman. Benny, de cameraman. Oh nee, die is nu van de techniek. Ja. Nou, en dan Leo en Corné. Wij wensen jullie een hele plezierige voetbalmiddag toe. En in de rust ziet u ons weer terug. En na afloop van deze wedstrijd ziet u ons ook weer terug met wat interviews. We wensen u in ieder geval een hele prettige wedstrijd. Terwijl we de spelers van Genemuiden vanuit de kleedkamer zich op... pompen voor proberen binnen te halen van een 3-puntje nog op de allerlaatste wedstrijd waarin Urk al lang en breed kampioen is en Genemuiden mag gaan kijken tegen wie het moet gaan voetballen aanstaande dinsdag en zaterdag. Vooralsnog prettige wedstrijd. Oké. Ja. Nou ja, het zit erop voor de beide heren. Ik hoop dat dat goed gaat. Nou ja, dan kunnen we verder gaan praten. Ja, het was een hele aparte week eigenlijk. Vorige week was al apart, vorige week zaterdag. Maar we zijn er weer. Goedemiddag dames en heren. Welkom hier vanaf Sportpark De Wetering voor de laatste competitiewedstrijd. Wat dat er vooraf gaan eigenlijk een mooi adviesje had moeten zijn. En het nog steeds wel is, alleen ja, met een paar krasjes natuurlijk. Want het is niet de titelwedstrijd die we hadden verwacht. De kampioenswedstrijd. Ja, zal hier niet plaatsvinden, heeft al plaatsgevonden. Urk de kampioen vorige week, Genemuiden het verloor bij Flevo Boys en het was heel stil na de wedstrijd. Niemand had dit verwacht en als ik heel eerlijk ben, ik ook niet. Ik had nog steeds gewoon gehoopt op die laatste wedstrijd en ja, gewoon een beetje voor de smeuïgheid die laatste wedstrijd zo in was gegaan. Maar goed, we gaan vandaag gewoon voetballen. Genemuiden moet natuurlijk zich ook weer opladen voor de na-competitie. Hoe vol is het energievat nog bij Genemuiden? Ja, als we gaan kijken naar eerder dit seizoen. Daar waren wij bij SV Urk. Tegen Genemuiden toen won Urk daar met 3-1. En de laatste seizoenen zijn de uitslagen wisselend. De laatste keer won Genemuiden van Urk door 2 keer Kai Velda. Die speelt vanmiddag dan niet. De wedstrijd daarvoor was het Urk, kijk, Genemuiden maakt er toch nog een mooi feestje van. Mooi. Het groen-wit. Maar ook Urk is voorbereid natuurlijk met het blauwe. Corné Schaats zal zometeen aansluiten bij mij op de commentaarpositie. Het beviel ons zo goed vorige week dat we zeiden, dat doen we nog een keer. Spelers komen het veld op. Daar zijn de bloemen voor de kampioen. Geen erehaar, maar bloemen. Ik zie zelfs een vrouw op het veld. De bloemen. Dan worden ze dus overhandigd. Oké, duidelijk. Genemuiden, ja, wat valt er nog te zeggen? Ze hebben een goede thuisbracket eigenlijk. Genemuiden heeft maar 1 keer verloren dit seizoen thuis. Dus laten we hopen dat het ook bij die 1 keer blijft. Het zou toch lekker zijn om de competitie goed af te sluiten.
Ja, wat Geerdemuiden thuis heeft, heeft Urk ook thuis, want Urk verloor ook thuis maar één keer. Uitverloren dan drie keer, Geerdemuiden dan zes keer. Nou ja, het zijn allemaal de statistieken. Ze doen er eigenlijk niks meer toe. René van der Wij zei ook, we zijn ons al eigenlijk aan het voorbereiden op de nacompetitie. Daar gaat het om, om die wedstrijd. En om ook lekker die wedstrijd in te gaan. Dat betekent dus dat we heel wat wijzigingen hebben in de opstelling. Zoals u al gehoord heeft. Geen Kai Velda, geen Arend van der Wetering. Ik zal hem er even voor gooien. Benny gooit hem er even in. Ja. Trainer van der Wij gaat hier de bloemen zo overhandigen bij Urk. Opstelling staat in beeld. En als we kijken naar vorige week, dan zien we zeker wel wat wijzigingen. Rick Doorn is er niet bij, Arend van der Wetering is er niet bij, Kai Velda is er niet bij, Noordien Boetsemar zit op de bank, Osama Benkendoer is er niet bij, Nick Buitink is er niet bij en Thijs Dekker ook niet. Dus René van der Wij heeft een heel andere opstelling ingegooid, maar ja, zoals we al vaker gezegd hebben, iedereen is bijna gelijk in het elftal. Corné, ben je weer bijgekomen van je run? Goedemiddag, wat een wandeling weer, hè? Van, Even, commentaarpositie naar de commentaarpositie, maar de regie gaat er nog wat in gooien worden. De mensen die daar staan, onze projecteurplanning. Dat is Moes Nielsen. De opstelling van hier zit in JO11-1. En we laten profvoetballer worden. Zijn hobby's zijn voetballen en gamen. Zijn favoriete speler bij Sportkursenhuiden is Osama Ben Kadour. En hij denkt dat het vandaag 1-2 wordt voor Sportclub Geenhuiden. Dames en heren, ook de kijkers op de Leerland.net die live meekijken. Van harte welkom bij deze wedstrijd. Live commentaar krijgt u daarvan Richard en Corné. Dames en heren, ik wens u een fantastische wedstrijd. Nou, het moet niet gekker worden, Richard. Ja, ik had het even doorgegeven. Ze vroegen, hoe heet die man nou ook al hier? Heb je ook het rekeningnummer doorgegeven? Of? Staat genoteerd. Staat genoteerd. Staat genoteerd. Nou, we zijn begonnen. Voor de toeschouwers die net inschakelen en Geerdemuiden 1-0 zag maken, dat was de pupil van de week. Dus we beginnen weer gewoon vanaf 0-0. En we hebben ook een soort van jubilaris bij Geerdemuiden. Simon Eenkhoorn speelt zijn 200ste wedstrijd voor Geerdemuiden. Voor de rest natuurlijk ook de gebruikelijke naam in de opstelling. Lars Miedema zien we, Rens van Bentum zien we, Matthias Breeman, de gebroeders Streutke, Bart-Jan Brouwer. Ik denk dat het een flinke strijd gaat worden op het middenveld. Hey Richard, die jeugdspelers van Urk aan de overkant van het veld, hebben die vanochtend hier meegedaan aan een toernooi? Of nee, die niet. Zijn die vanuit Urk in een bus gepropt om hier lawaai te komen maken? Ik heb begrepen dat ze in een bus zijn gepropt en hier naartoe zijn gereden, ja. Ja, want je moet natuurlijk niet vergeten, Urk heeft ook nog Urkendag. Dus het is een drukke dag voor de mensen op Urk. Cursustress. Wat is dat, Urkendag? Weet ik niet, zou je mijn collega moeten vragen. Het zal heel gezellig moeten zijn. Het programma Urk laat het ook wel zien, hè? Is dat een soort van biestenmarkt, maar dan op z'n Urks? Nou ja, misschien dat we dat zo kunnen omschrijven. Aanbachten. Het is natuurlijk, wat ik begreep, wel een hele belangrijke dag. Nou ja, volgens mij was het vorige week al Urkendag. Ja, die gewoon twee weekenden na elkaar, ja. En zullen we niet vergeten, onze cameravrouw Kim vandaag voor het laatst bij ons. Dus de beelden die u ziet, die worden door haar gestuurd. Zij heeft de regie in handen bij de camera. Wil je een stoel hebben, Corné? Nee, die moet je volgende keer dan wel meenemen. Nou, dat was de eerste slechte grap van vanmiddag. Ik kan u waarschuwen alvast voor het feit dat er nog vele gaan komen wellicht. Maar goed, we zijn 2 minuten onderweg en zitten naar een wedstrijdje te kijken voor Des Keizers Baard. Een wedstrijd die er in ieder geval aan Urkzijde totaal niet meer toe doet. Ja, een beetje zout in de wonden strooien, dat misschien. En voor Geerdemuiden is het een wedstrijd die er wellicht toe doet. In die zin dat deze wedstrijd mede bepaalt wie er aanstaande dinsdag de tegenstander wordt en daarna komt iets. Geerdemuiden eerste kant, voorzet, Eenkhoorn, afvallende bal, wordt geblokt. Waardoor Geerdemuiden een ingooi overhoudt. En dat levert meteen de speler van Urk een gesprek met de scheidsrechter op. Dat hij moet kappen met het lopen zeuren tegen de scheidsrechter of de grensrechter. Betekent uiteindelijk wel dat Urk gaat gooien terwijl die ingooi van Geerdemuiden was. Maar goed, detail. Dat ging niet helemaal goed wat ik zag, want het ingooi was inderdaad voor Geerdemuiden. Maar goed,
En dan kunnen we nou even zien hoe gaat Geelen-Muiden dan spelen. Die opstellingen, dat is altijd weer afwachten. Hadden plezier dus voor het eerst dit seizoen in de basis. Dat geldt ook voor Nathan Bos. Hij ook dit seizoen voor het eerst in de basis. De rest van de spelers hebben al een keer gestart in de basis. Ramon Beens mocht al eerder dit seizoen in de basis starten. Nou ja, waarin deze wedstrijd ook een soort beloning is voor spelers van Sportclub Geelen-Muiden 2 die kampioen zijn geworden en dan op deze manier weer mogen proeven aan het eerste elftal. Nou ja, ik vond het was voor sommige spelers van Geelen-Muiden 1 natuurlijk ook dubbel. Want die hebben natuurlijk zowel in het eerste als in het tweede dit seizoen gespeeld. Die verloren de wedstrijd in Emmeloord en die dropen eigenlijk een beetje verdrietig af. Dat is ook wel begrepen, teleurstellend. En dan kom je hier aan. Bij kampioen. Bij kampioen met tweede. Ja, mixed feelings. Ja. En ook dat hoort bij de sport. Maar het is mooi om te zien wat onder andere Harde Plezier en Nathan Bos kunnen laten zien. De toekomst. En natuurlijk de gebruikelijke namen. Ik weet niet of jij Twitter een beetje gevolgd hebt van de week, Corné. Maar het was... Nee. Ik heb het een beetje gevolgd dan. Maar jouw interview met René van der Weij bij Urquhart is het meest bekeken item, denk ik, qua de interviews. Nou, daar hadden we het inderdaad net nog over met Leo. Ik weet niet of je het hebt gevolgd. Maar dat was inderdaad de best bekeken tweet. En dat natuurlijk alleen maar omdat Van der Weij de historische woorden sprak. Urk wint liever twee keer van Geelen-Muiden dan dat het kampioen wordt. Nou, als je vandaag niet oppast, dan gebeurt het allebei. Richard, jij wil wat zeggen, hoor ik. Nou, het was meer twee keer winnen van Geelen-Muiden geen kampioen. En wij winnen liever, wij verliezen liever twee keer van Urk en worden wel kampioen. Precies, maar ja, dat wordt er uitgeknipt dan, hè, dat laatste. Ja, dat is allemaal... ja, zo'n uitspraak, dat kan de goede kant op vallen. En ja, het kan ook een nadeel vallen. Maar we hebben veel wedstrijden gezien van Geelen-Muiden dit seizoen. En ze hebben hun uitstekende best gedaan. En ja, dat het kwartje dan net niet jouw kant op valt dit seizoen. Ja, dat is jammer. En dan kun je alleen maar concluderen, ja, Urk is de terechte kampioen. Die heeft gewoon de minste punten verloren. Nou ja, weet je, en zo reëel is Van der Weij ook. En zo reëel zijn we denk ik met z'n allen wel. Dat als je na het eind van de competitie op de eerste plek staat, dan ben je gewoon de terechte kampioen. Dan heb je gewoon eenvoudigweg de meeste punten gepakt. En hoe je die dan hebt gepakt, ja, eigenlijk is dat niet zo heel belangrijk. Nee, nou goed, dat is natuurlijk, voor Geelen-Muiden kant is natuurlijk zuur, maar goed. We zijn er niet. Ik zou Hadden Plezier wel een advies geven om misschien niet van een haarnetje te gaan gebruiken. Zonder zo'n elastiek, want die zijn ook wel te wrijven met dat haar. Ja. Terwijl Eenkorn zich bij de trainer heeft mogen melden voor wat tips nog. Nou, hier van Miedema. Hoe kan hij meegeven van Miedema? 2 tegen 1. Miedema aan de andere kant van Bentham. Nee. Ah, dat wordt het net niet lekker uitgespeeld. Oh, ik heb mijn telefoon op me aan. Nou, dit is misschien wel een aanval die een beetje tekenend is voor het seizoen. Dat het dan gewoon net niet lukt. Want dit is eigenlijk een 2 tegen 1 situatie die je beter zou moeten uitspelen dan wat je nu laat zien. Maar goed, ook dat is allemaal voetbal. Nou ja, ik had mijn collega nog een app vorige week gefeliciteerd met de kampioenschap. Ik kreeg direct een sixpack bier terug. Dankjewel. Oh, wie was dat? Ga ik die ook even appen? Nou ja, hij heet De Boer. We hadden dit allemaal op Urk volgens mij. De Boer, Brands, Kramer en zo. Net als wij in Geelen-Muiden Beens en Van Dijk en nou ja, Breeman hè, hebben. Breeman? Ja, die naam komt me niet heel bekend voor, maar goed. Nou, die kijk ik nog maar net. Maar goed, we moeten het beste ervan maken. En wat we vorige week met Van der Weij ook al zeiden, dit is een wedstrijd die met een goed gevoel moet uitvoetballen en dan op naar de na-competitie. Hey, maar hoeveel mensen vanaf Urk zullen nu naar ons kijken? Ik denk dat wij ergens op de schermen er staan, want ze zijn natuurlijk op Urke dag, maar er wordt wel natuurlijk met een knipoogje wel even gekeken af en toe even hoe het dus gaat. Dus wij zijn op diverse schermen in de Urkse horeca te zien nu. Die kans is wel aanwezig. Nou ja, dan doen wij ook eventjes vanaf Breeman.net de hartelijke felicitaties naar het eerste elftal van Urk. Nou ja, gewoon de terechte kampioen in deze competitie, hoe je het ook bent of verkeerd. Dus
alles en iedereen op Urk gefeliciteerd en veel succes volgend seizoen. En misschien dat we daarna dat jaar aan kunnen sluiten in die klasse, maar gefeliciteerd op Urk allemaal. Neem er een op. Dat kunnen we wel zeggen, maar ik denk dat ze dat wel doen. Het is Urkendag, hè? Dat is een feestdag. Dus vis en alcoholische versnaperingen, laten we daar aan houden, die gaan er wel in. Het zal niet alleen bier zijn, het zal misschien ook wel wijn zijn en alles. Dus vandaar. En dus ja. Urk in balbezit in de laatste lijn. Het zal wel mooi zijn als Schedemuidenveer de nakompetitie er nog bij kan komen. Dan hebben we volgend jaar een paar derbies. Dat is een lelijke overtreding op de agendaspace van die speler van Urk. Beens staat voor verantwoordelijk, Ramon. Hij is ook bij de scheidsrechter geroepen. En dan krijg je weer die standaard beweging met twee handjes niet meer doen. Hij is wel duidelijk in gebaren, de scheidsrechter. Maar goed, duidelijk is wel dat Geenemuiden in ieder geval niet leidzaam toeziet hoe Urk hier vandaag aan het voetballen is. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we dat in geen één wedstrijd van Geenemuiden hebben gezien. Dat het qua inzet allemaal wel oké was. Maar kijk eens hier aan de rechterkant van het veld. Wat een ruimte van Urk. Streutke die weg kan aanval dus. Van der Wij, trainer Van der Wij, probeert contact te zoeken met Lars Miedema. Die al dan niet bewust de andere kant op kijkt. En dat is dan een van de spelers waar we afscheid van gaan nemen. Nou, niet per se vandaag, maar na de na-competitie. Een van de weinige spelers die vertrekt bij Sportclub Geenemuiden, Richard. Ja, de rest van de selectie blijft. En in de plaats van Lars Miedema komt natuurlijk een nieuwe spits terug. Ik heb hem even zo niet bij de hand, maar goed, er komt in ieder geval een nieuwe spits voor terug. Klinkt als pop of iets, toch? Ja, iets in die richting, ja. Maar goed, ik denk wel als je derde divisie gaat spelen dat je je selectie wel iets breder moet maken nog. Daar wordt natuurlijk veel van je gevraagd. Iets meer dan hier. En natuurlijk, Ramon Beens gaat ook Sportclub Geenemuiden verlaten. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar BVF, wat ik begreep. Westenholte. Ja. Want? Daar woont hij of zo? Nou ja, hij ging in ieder geval weg bij Geenemuiden en ik las een paar dagen later dat hij naar WVF ging. Ik heb het exact allemaal niet gelezen, maar ik heb in ieder geval gevolgd dat hij daarheen ging. En voor de rest, blijft alles volgens mij. Ik heb jou wel op de bank neergezet hier, maar dat vond Van der Wij niet goed, hoorde ik. En wat voor bank was dat? Zonnebank? Zonnebank. Maar dat vond Van der Wij niet goed, dus dat gaan we niet doen. Ik had je nummer 30 gegeven, ik denk dat was wel eens keer leuk. Nou, dat lijkt mij in deze fase van mijn carrière inderdaad niet verstandig om mij zelfs op de bank te zetten bij Sportclub. Van Lente er goed tussen, stel je voor dat je in moet vallen. Dan ligt daar weer ruimte voor Geenemuiden. Kijk, nu 3 tegen 2. Nou, dit moet je kunnen uitspelen. De bal gaat naar Miedema, denk ik. Jawel, nou, las maken, maar af 1. Daar was de redding nog. Op het laatste moment. Maar ook dit is een 100% kans. Corner, dat is wat ons resteert, de overkant van het veld. 1 corner, legt de bal goed. Ja, het was even afwachten wie hem ging nemen. Met het rechterbeentje indraaiende bal dus. Nou, die heeft getraind natuurlijk van de week. Nou, niet onverdienstelijk. Bakker moet daar wel naartoe met de hand. En dan uiteindelijk gaat hem al over de achterlijn. Ja, dat is natuurlijk. Velder speelt niet, die neemt normaal corners. Boetsemaar speelt niet, die neemt normaal ook corners. Het was even afwachten, wie neemt die corner? En Geenemuiden schuift door. Van der Wij probeert ze door te schuiven in ieder geval. Dus zet Ramon ook eens verder naar voren. En de trainer van Geenemuiden krijgt. Nee, sorry. De trainer van Urk krijgt van de scheidsrechter te horen dat hij niet zo gek moet doen. Nou, ook dat zal niet meevallen vanmiddag. Gert-Jan Karsten, de trainer van Urk. Gaat hij nou wel naar die andere club of blijft hij op Urk? Want daar was nog wat
oneenigheid over begrepen. Ja, ik heb er deze week weinig over gelezen. Ik heb alleen zijn nabeschouwing gezien van vorige week. En ook daar kwam Van der Wij niet schadeloos eigenlijk vanaf. Hij kreeg de verwijten dat hij toch al bezig was met Urk in plaats van met Flavor Boys. En dat Urk dat niet had gedaan, dus het vuurtje werd goed gestookt. Ja, en de winnaar heeft gelijk. Maar we krijgen, je krijgt René van der Wij niet zomaar helemaal gek. Ah, wat een lekkere sliding van Bentham. En de Minima. Volgende kans. Nee. Probeerde van Bentham te bereiken, dat lukte niet. Ja, niet allemaal mee naar voren, want er blijven tenminste twee spelers van Urk toch redelijk voorin. Ja, ik heb het idee dat inderdaad Ramon moest zijn naar de ander, maar nu wordt Bos hier teruggehaald. Nou, Brouwer moet het doen in het Urkenkamp daar de ingooi nemen. Hadde plezierploeg, nou ja, kan hem koppen, maar niet met kracht, dus. En doelman Bakker denkt, weet je wat, ik zit hem over de zijlijn heen, even ademhalen. Ja, het is wel een slimme bal, want de mannen van Urk staan dan 1-1 op die laatste lijn van Geendermuiden. Dus als die uittrap dan oké is, creëer je daar misschien toch een kans mee. Streutke gaat het buiten zijn 16 meter zoeken, gaat toch snel weer naar binnen. Moet het voetballend oplossen. Maar heeft hij al vaker laten zien. Ja. Ruimte voor Ramon Beens. Miedema. Breeman, ruimte aan de rechterkant. Nou ja, dat bedoel ik hier bij Plezier. Bij Bos niet. En nou de omschakeling van Urk. Hoe gaat die verlopen? Streutke moet er aan het werk. En Streutke kan hem niet binnenhouden dan. In het duel met William de Boer. Mijn collega heet dan Willem de Boer. Nou heb je hem gehoord, hè? Wat ben je met je boekje aan het doen, Corné? Focus. Jij wist dat hij vorige week ook uit je zak viel, hè? Met het interview met Jens. Ik ontken alles. Voor volgend seizoen even een investering. Compenseert het allemaal weer. Plezier kan hem wegkopen, maar de bal nog steeds in bezit van Urk. Brands. Koekoek bij Bos. Kan de bal voorgeven. Brouwer die weg kan kopen. Eenkorn die net onder de bal doorgaat. Marine Snoek. Een van de twee, want natuurlijk speelt ook Hessel Snoek bij Urk. Een van de doelpuntenmakers volgens mij vorige week. Ik heb de wedstrijd nog even wel bekeken en tegen Berkum. Dat heb jij zeker ook niet gedaan, Corné? Nee, gedaan de zaken nemen geen keer. Oké, ik was nog even benieuwd naar de samenvatting. Oh, wat een lekkere bal van Lars Miedema, heerlijk. Het ging drie fases goed en net die laatste eindfase, daar ging het mis. En dan moet je de hoge druk zetten op die nummer 12 van Urk. Nummer 12? Staat niet op je kaart? Hij zit op de bank bij mij. Ah, welke opstelling heb jij dan? Ik zie hem aan de overkant van het veld. Dat zoeken we even uit, Corné. Te snel op. Meneer Nentjens zou dat dan moeten zijn. Ja, het is ook weer een van de twee. 12 is niet opgesteld. Nou, moet jij maar eens kijken wie daar op de rechtsbackplek staat. Hij staat hier. Nee, bij mij ook niet. Nou, dan gaan we Brands kijken. Kop terug op zijn keeper. Dan gaan we protest aantekenen dat er mensen zijn opgesteld die niet op het formulier staan. Gooi alles op de grond. Nou, uiteindelijk pakt keeper Bakker toch maar de bal in de handen. Dat duurt eventjes. Urk neemt de tijd. 16 minuten is ook al geweest, ik zeg het maar eventjes. Lars laat de bal van zijn voet afspringen. De bal tegen de hand van Brouwer. Mag doorgaan, hier dan nog uiteindelijk de overtreding. Op Van Lente. En dus de vrije trap voor Geendermuiden. Ja, de vrije trappenspecialisten zijn er vandaag dan niet bij. Laat dan naar binnen. Contra. Contra. Oeh. Je hebt gelijk, Corné, de nummer 12 staat wel opgesteld. Ieder neentjes. Als je gewoon neentjes zegt, is goed. Er zijn er namelijk twee van, dus. En eentje heeft ook nog hier gevoetbald in het tweede van Geendermuiden. Riekelt is getrouwd met Geendermuiden. Ja. Nou,
zijn we ook weer op de hoogte van de burgerlijke stand. Perikelen van de spelers van Urk, getrouwd. Hij staat er niet bij in ieder geval vandaag. Bins, aan de andere kant staat daar Miedema. Probeert door de benen heen te spelen, dat lukt er niet van Bentum aan de andere kant. Die krijgt dan direct te maken met Bezerman. Daar moet Van Bentum even flink aan de bak. Nou, er komt nog iemand bij. Het hakballetje komt dan bij Breeman terecht. Miedema, goed doorgedaan. Nee, gaan liggen. Daar. Nou, daar is hij hoor. Wat was hij even wachten? Hij was lekker hè? Oh, die zit er lekker in. Red Van Bentum met 2-0! Ja, dan ga ik nog even roepen van als jij een shirtje getrokken wordt, dat je dan vooral moet gaan liggen in de 16 maart. Lekker man, daar is hij dan! In de kruising, pats, bom! Hij liet zich niet van de wijs brengen, Rens van Bentum met even vastgehouden aan zijn shirtje, maar ging gewoon door. De scheidsrechter liet ook doorspelen. En kroont die bal fantastisch erin! De nummer 9, Rens scoort, het staat 1-0! Nou, dat was echt een hele fijne goal van Rens van Bentum. Wat lekker Beauty. Geraakt. Wauw. Deze maak ik vaak in mijn dromen wel. Maar in werkelijkheid niet, maar hij doet het gewoon op veld. Lekker. Jij maait over de bal denk ik heen dan, Corné? Of, Ik heb geen glas maaien. Nou, we kunnen Richard afhalen bij de ballenbak. Geen geluid in balbezit. Kom jij maar dan ophalen, Corné? Kun je meedoen? Miedema. Miedema met actie, linkerkant, randje 16. Nou, de klaar van Bentum. Doe het dan nog maar een keer, daar komt dan. Uiteindelijk toch? Ja, via Bos! Oh! Nee! Bos met kans voor de redding van Bakker. Geerdemuiden is niet van plan om hier de kaas van het brood te laten eten. En daarom hadden ze vanmiddag ook een andere maaltijd dan normaal. Geen kaas in ieder geval. De bal in het Wilde Westen geschoten. Oftewel in het niets. Niemand landt. En dus kan Urk gaan zoeken. En dan heeft Van der Weij toch wel gelijk, hè? Wat hij zei vorige week bij ons in de nabeschouwing. Urk gaat ook met lange ballen spelen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje waar de ploeg onbekend staat. Het is gewoon toch een ploeg die speelt op fysiek. Speelt op de tweede bal. Speelt op de lange bal. En ja, voetballend kan Geerdemuiden daar zeker mee. Alleen in de fysiek komt het af en toe tekort. Op zoek naar alleen als je voetballend beter bent, dan ja, maak je kans. Maar goed, Geerdemuiden maakt er in ieder geval niet een Urke demonstratiewedstrijd van. En dat is in ieder geval goed om te zien. En dat men toch de focus heeft voor de na-competitie, wat we vanaf dinsdag allemaal meegemaken. Ik heb begrepen dat er ook een ploeg in Zeeland kans hebben is, dus ik weet niet. Vlaardingen. Ja, daar kunnen we ook nog heen misschien. Ik voel weer een nachtje weg aankomen. Nee. Richard wil weer een nachtje weg. Nou, de Zwaluw heb ik zelf wel eens gevoetbald, herinner ik me nog, uit een vrij duister verleden. Welke droom was dat, Corné? Nee. Daar komt de bal van Bentum. Kan gaan kop worden geschoten, maar oeh, wat was het buitenspel. Het enthousiasme was groter dan uiteindelijk nodig was. Buitenspel dan? Ja, buitenspel. Nou, dat mag het niet uit hoor. De Zwaluwen. Nou ja. Maar wat is de dichtstbijzijnde optie? TVOG heb ik ook gehoord. Wat hier een penalty geven? Ja. De overtreding van Breeman. De penalty voor Urk. Ja, zegt de scheids. Ja. Het is een overtreding, zegt hij. Ja, loop maar gauw weg. Want discussiëren nu met die beste man heeft totaal geen zin. En Breeman loopt er weg. Hij aangezien heeft gewezen naar de stip, dus ja, wordt gewoon een strafschop. Nou ja, weinig protest betekent toch wel dat het wel zou kloppen dan. Ja, dat zou betekenen dat als je dan maar genoeg protesteert, dat het dan allemaal niet zou kloppen, maar... De bal ligt iets voor de stip, om het kopje even zeiken. Ja, als hij de stip maar raakt, Richard. Ja. Nou, daar komt dan de penalty. Hoog! Ingeschoten, geen kans voor Streutke. En dus het doelpunt gescoord door William de Boer en het staat weer 1-1. Ze zijn nog niet in de buurt echt geweest van Streutker. Eén moment. En dan bleef de strafschop op. William de Boer scoort, het staat 1-1.
Ja, en als je jezelf niet beloont hè, door die 2-0 te maken, dan zie je dat aan de andere kant dit soort situaties ontstaan. En dat je dan dus met 23 minuten op de klok het betere van het spel hebt. Maar dan ziet dat het gewoon weer 1-1 is. Dus alle terrassen op Urk. Ik hoor net dat de parasols de lucht in zijn gegaan. De parasols de lucht in. Nou. Ja, maar ik heb gewoon ook helemaal niks in Urk. Ik heb dan een Urk collega op werk. Ja, zo'n kerel, geweldig. Ja, dat is prima. Ik kan wel met hem lachen. Ik ben zelfs, als ik met hem praat en hij praat met een collega die ook uit Urk komt, dan gaan ze over op Urk, de Urkse taal. Maar kun je het dan nog verstaan? Ja, maar ik praat gewoon mee. Maar kunnen zij jou dan verstaan? Nee. Nee, dat probeer ik altijd wel een beetje te voorkomen. Daar, Midema, ja. Midema. Wie weet dat zijn zus weer meespeelt, even meekijkt, Vivian. Heeft ons wel gevolgd dit seizoen, zei ze. Vorige week was ze erbij in Emmeloord, Vivianne Midema. Mag ook weer mee naar het eindtoernooi. Als zij mee zou doen hè, in een wedstrijd als deze, is ze dan zeg maar met afstand de beste speelster op het veld? Hoe zou ze dat verhouden? Dat weet ik niet. Ik ga daar ook geen uitspraken eigenlijk over doen. Waarom niet? Omdat alles wat je zegt tegen je gebruikt kan worden. En hierin weet ik niet echt niet wat, ja. De bal, oh. Ja, Lars moet daar wat makkelijker kunnen omschakelen als het tegen hem zit. Hoofd omhoog en weer door. Hier, het doorkoppen van Bertum op Bos. Iets meer tijd nemen. Leeft in bij Wezelman. Van Lente. En van Bentum daar. En hier Streutke. Nog steeds veel respect voor hem dat hij vorige keer voor de camera kwam. Niet ten nadele van andere spelers. Maar hij deed zijn woord. En ik vond hem ook eigenlijk wel weer positief in die zin. Dat hij zei van we moeten dit even verwerken. Maar we gaan ons ook weer verder richten op onder andere de na-competitie. Het sneller schakelen. Dan geloof ik als ik zo'n wedstrijd verlies dan ben ik echt heel ziek van. En dan moet ik het echt even ook na wedstrijd verwerken. Dan kan ik niet zo snel voor de camera komen. Nou is de kans dat je voor de camera hoeft te komen ook niet heel groot. Nou ja, alleen als een van jullie afwezig is. Maar dan heb je geen wedstrijd verloren als speler. Dan ben je, nee, als supporter wel. Ja, was je als supporter ook ziek de afgelopen week van het verlies? Ja, dat was feest. Het feest heeft zeker meegespeeld. In de Lutte. Meters. Bos. Daar ribbelt vooruit. Nou, Midema geeft hij hem terug aan Bos. Ja! Daar is hij dan! Nathan Bos met een 2-1. En zo gaat het heel snel hier. Op Sportpark de Wetering. Goed gedaan door Lars Midema. Gaf hem weer mee en de omhelzing daar ook. Ja, dat is een aanval uit het boekje gewoon. Come on, daar is hij dan, de 2-1. Wil jij mijn voorspelling weten, Corné? Die 1-2 opzoeken met Lars Midema, dan krijg je hem weer terug. En dan kun je hem gewoon in het doel prikken. Aanval uit het boekje van de trainer, denk ik. Groenland aan de kant van de Sportclub Geen Muiden, de nummer 16. Nathan Bos scoort, het staat 2-1. Lastig hè Frans, nieuwe spelers. Ik zag hem even, hij stond buiten om te roepen en ging weer naar binnen toe. Moest even spieken. Lekker Frans. Ik steek de duim wel even op. Ja. Nou, eens kijken hoe Urk reageert op deze twee. De goal van Genemuiden, waardoor de stand 2-1 is geworden. Ja, ze hebben wel weer een mooie doelpunten verstijnen al direct in de eerste helft. 3 doelpunten binnen het half uur, lekker. En dus wordt het bepaald geen saaie wedstrijd tot nu toe. Midema geeft mee aan Van Bentum! Oh! Bos kan er net niet bij. Ja, dan werd die speler van Urk echt wel Bos ingestuurd, zeg maar. Ja, nee,
maar even over woordgrappen te spreken, Corné. Maar het was net niet. Die zag door het bomen het bos niet meer. Wat zullen wij straks moeten afkicken, Corné? Ja, jij zou wel niet moeten afkicken, want je bent blij dat je even van ons af bent. Je wordt nog wel een keer gillend wakker, half in juli, dat je denkt ik mis het. Meteen door Genemuiden, goed. Het jagen van Genemuiden. Dat betekent wel dat Urke spelen vrij speelt. En dit is ook een keurige Neentjes. Crossbal. Nummer 12. Van Lente er goed tussen voordat Snoek daarbij kon. Neentjes doet alles wat hij kan en Brouwer denkt mooi. Ik wacht even. Hoppa, daar gaan we. Bal naar middenmaat toe. Nou, 4-3. 4-3, middenmaat. Probeert het dan zelf. En dat lukt hem net niet. Aan de andere kant stond Bos. Jens Jönsstreutke die veel koos in het veld. Het hele seizoen dat al doet. Ik wou nog zeggen, degene die een flesje water voor me haalt, die krijgt een meet and greet met ons. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken op zo'n manier. Streutke. Draait zich hier knap uit. Met uiteindelijk een diepe bal die niet wordt begrepen. Half uur op de klok, 2-1 voorsprong, terecht. De sportclub tegen Genemuiden, tegen de kampioen van de hoofdklasse B wilde ik zeggen, Urk. Ja, en vindt Urk het allemaal wel prima of zou die toch nog zoiets hebben van nou, dat zal ons toch niet gebeuren in de laatste wedstrijd van de competitie hier verliezen tegen Genemuiden. Genemuiden met meteen druk erop. Prima dus. Nathan Bos, de man die meteen druk zette. En Miedema die ervoor zorgt dat de bal alleen maar terug kan. Diepe bal. Jelle de Boer met Jens Jan Streutke. Streutke wint het daar. De Boer die net werd gevloerd daar in die 16 meter. Van Sloten. Aha. Nee, ik was eens benieuwd wie dat was. Die man met de nummer 16 op zijn shirt. Dankjewel. Terwijl Miedema zich bij de trainer heeft gemeld om nog eens een en ander door te spreken. En wat vocht tot zich te nemen, want het is natuurlijk een heerlijk voetbaltemperatuurtje. Hier op Sportpark de Wetering. Daar komt dan die vrije trap. Nou! Wat nou? Streutke moest even zijn positie zoeken waar hij de bal ging vangen. Maar het loopt natuurlijk goed af, dat weten we met Streutke en hoge ballen. Dat zit meestal wel goed. Ramon Beens, ruimte om die bal mee te geven aanvallend. Daar komt Miedema zoeken. Nou, goede bal. Lekker. Daar smaakt naar meer. Beens naar Van Benten. Van Benten door naar Miedema. Miedema kan hij daar wel mee? Ja, nee! Goede redding daar met de voet door Doelman Bakker. Het zegt ook niet mee dan gewoon hè, met die Miedema. Dat je je gewoon toch je gunt hem. Knap vrij kapt en dan dat schot.
op het doel dan toch via een been van zo'n Urk-speler weer naast het doel zeilt, zeg maar. Hij heeft dan al een assist op zijn naam staan vandaag. Maar je gunt hem dat doelpunt uiteindelijk ook wel voor dat werken van vandaag. De corner, Simon Eenkorn gaat hem nemen. Van Bentham loopt richting hem. Nou, daar komt dan die voorzet. Kan weggekopt worden door Riekeld Jan Brands. En als je dan een ingooi daar krijgt, dan weet je dat het bekende recept gaat komen. Daar komt dan ook weer Bart-Jan Brouwer aan. Het bekende loopje. Hij was mooi op tijd vanmiddag in de bestuurskamer. Met andere woorden, ik heb hem nog even gesproken en nu gaat hij ingooien. Daar komt hij verre ingooi. Kan er gekopt worden? Nee, kan de bal weggeworpen worden door Urk? Ja. Kan Geerdemuiden dan weer overnemen? Nee. Snoek. Tegen 3. Nou, daar gaat Hessel Snoek. De verdediger van Geerdemuiden erbij. De boertjes voorin. William en Jelle. Nou, het is bijna de chameleon. Ja. Ja, kijk, bij Geerdemuiden heb je heel veel spelers met dezelfde naam. Maar dat hebben ze daar dus ook op, Urk. Daar de ruimte voor Urk. Bal geblokt dan door Breeman daar. Knik in dat ding. De trainer van Geerdemuiden met een tip. En Urk met een tip. Knik in dat ding. En jij moedigt dat aan? Nee, dat niet. Maar okay. Ik constateer alleen maar dat dit de tip is. En dat we daar dus ons voor moeten gaan wapenen. Nou ja, zullen we kijken of hij gelijk krijgt. Streutke kon daar niet uit. Maar de bal kan uiteindelijk opgepikt worden daardoor Snoek. Herkansing. Dus zijn er maar één koor die even onder schot genomen wordt. De nummer 12 Nentjes, de favoriete speler van onze Corné. Daar blijft hij over doorgaan. Maar de bal is nog niet weg daar. Lekker blok. Die zich er goed voor gooit. Van Lente die wegwerkt. En wat kan Geerdemuiden dan? Nou, niet veel. Urk neemt geen risico daar. Van Sloten. Voor degene die daar boven op het bord van Regelingen zit, daar weer vanaf komen. Wij als sportclub Geerdemuiden zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken. Dankjewel. Daar, nou, wat kan Van Bentham daar? 16 meter in. Ja, diezelfde Van Sloten heeft hier dan ook nog eens een keer de winnende gemaakt. Een keer. Dat was 2018-2019, toen maakte hij de winnende voor Urk hier. 0-1 werd het toen. Ja, dat is voor de statistiek. Richard, moeten we bij Richard zijn, want die heeft alles op. Ja, de laatste keer dat Geerdemuiden won van Urk werd het 2-0 door twee keer Velden. Maar die gaat vandaag niet scoren. En het wordt ook geen 2-0. Daar, de corner. Mooi duwtje in de rug. Voor het koppen. Buiten het zicht van die scheidsrechter. Even het lepe duwtje. Slim gedaan. Terwijl de eerste spelers van Geerdemuiden de warming-up in zijn gestuurd. Martijn Eenkorn en William Jansen. En ook eentje van Urk ook begon dus aan zijn warming-up. Van Veen is dat. Niet Herman hoor. Nee? Nee, niet opzij. Lachen, lachen, lachen. Van Lente goed weggedraaid. Van of de boer dan geen kans geven. Van Lente zag het driehoekje wel zitten met Streutke, Van Lente en Plezier, maar dat gaat niet gebeuren. Het wordt anders opgelost. Brouwer. Oeh, Van Lente. Ja, dat gaat goed. Moet wel opletten. De boer daar nog niet weg. Nu Streutke. Zoek naar Miedema, maar Miedema liep juist net weer terug. Is nog niet helemaal gelukkig met zijn lange ballen, Streutke. Niet altijd goed begrepen. Ja, de bedoeling is goed, de uitvoering is dan iets minder. En ondanks dat deze wedstrijd eigenlijk nergens meer om gaat, toch ook aardig wat publiek. Ondanks ook nog het Pinksterweekend natuurlijk. Daar, Van Bentham. Nou, 4-4. Daar komt die bal juist bij de persoon waar die niet terecht moest komen. Voor Van Bentham. Hij kwam bij Bakker. En dan is die omschakeling
Ik vind de regel gevaarlijk, nu natuurlijk niet. Maar wat me goed doet is dat bij aanvallend Gene Muiden toch steeds wel behoorlijk wat Gene Muiden kost. Even wat irritatie hier. Bos die even het hakje zette voor Snoek. Snoek die even de bal naar het hoofd toe gooit van Bos. Maar de beide heren even een klopje en het is klaar. Ze moeten ook oplossen, geen getrut. Er is al genoeg ellende in de wereld, dus dat hoeft allemaal niet. Nou Jens, 1-2, hoppatee. Nou ja, nogmaals, wat ik net zei, opvallend dat ik vind dat er bij aanvallen van Gene Muiden wel behoorlijk wat Gene Muidigers in het strafschopgebied van de tegenstander verschijnen. Dus dat is goed te zien. Terwijl de eerste mensen zich richting de kantine begeven. Gaat gelukkig goed hier. Ja, we zitten in de 38e minuut en de eerste lopen die kant al op. Er staat natuurlijk muziek en alles op het Gerrit de Duisplein. In de rust en ook naar de wedstrijd. Ja, dat was allemaal al geregeld. Het moest namelijk één groot feest worden vandaag. Maar goed, daar hoeven we niet meer over te hebben. Daar hebben we al genoeg over gehad. Nou ja, vergeet hem uit de tweede dan maar. Vergeet hem uit de tweede, ja, die werden natuurlijk kampioen. De overtreding op Bos. Door Brands. Rikold Jan. Zij zegt dat hij daarvoor floot. Gisteren hoorde ik de microfoon van hoe dat ging bij Bas Nijhuis in Alkmaar. Heerlijk. Als je zo met spelers omgaat, vlak voor een vrije trap, ga je nog op vakantie. Dat is toch goud? Ja, of die vrije trap die er via die liggende speler inging. Nou, Miedema. Nou, dat kun je ook verfluiten, scheidsrechter. Maar dat doet hij niet. Te makkelijk. Als hij ervoor zou fluiten, zou het heel zwaar bestraft zijn. Daar streut Koemoed aan de bak. Daar twee keer voordeel, want er was hensbal, maar scheidsrechter geen voordeel. Bos naar Eenkoorn. Breeman. Daar Van Bentum met voorzet. Kan gekopt worden. Oh, over. Oh, wat jammer. Mag ik even wat zeggen, Corné? Ik ga. Dat de jonge jongens, die vandaag spelen, het zeker niet onverdienstelijk doen. Nee. En spelen lekker. Ik vind Gene Muiden geheel een aardige wedstrijd op de mat leggen Je speelt met een ander elftal, maar ook dit elftal speelt wel lekker eigenlijk. Nou ja, weet je, als je dan toch vanuit Gene Muiden 2 meedoet met zo'n wedstrijd, dan moet je natuurlijk wel gewoon op de deur kloppen. Zo van trainer, hallo, hallo. Hier ben ik. En denk aan mij volgend seizoen of na competitie wellicht. Ja, daar heb ik ook al gevraagd aan René, maar dat verzoek werd afgewezen. Nou, dat snap ik. Corné, succes. We horen je straks in de rust. Corné gaat de kant op voor de analyse zo meteen met Leo. Dus ik mag het weer alleen op gaan lossen. Het schotje dat even losgelaten wordt. Oh ja, Bakker liet de bal los. En Bos denkt, ja, als jij hem loslaat. Maar hij was weer net op tijd wakker. En nou komt Bos daar weer. Ja, verhoofd hij de bal. Speelt een heerlijke wedstrijd, Nathan Bos. Miedema, Bos, plezier die meeloopt. Bos nog steeds aan de bal. Daar Bos nog steeds. Hij gaat lekker door. Daar is dan even de halt. Maar dat is ook weer ander plezier. Allebei dit seizoen voor het eerst in de basis. En laat dat zeker niet onverdienstelijk zien. De Boer neemt de bal mee met de hand. Maar de arm was naast het lichaam. Dan komt de bal voor. Maar dit is een makkelijke prooi voor Streutker. Die bal direct weer meegeeft aan Ramon Beens. Die zijn laatste wedstrijd hier gaat spelen. Bos moet weer even meedoen in de aanval. De bal van Eenkoorn. Bereikt geen medespeler. Breeman zit er goed tussen. Hier Van Bentum. Van Bentum draait weg. Van Bentum, Miedema. Ja, daar is die 3-1. En het harde werken wordt beloond ook voor Lars Miedema. Hij maakt de 3-1 op slag voor rust. Goed gedaan door Rens van Bentum. En ook Lars Miedema pakt zijn doelpuntje mee. Lekker man. Er gaat gewisseld worden, Berg, nu al. Wie gaat er dan uit? Jim
doelpunt aan de kant van Sportclub Gennemeiden. De nummer 19, Lars Miedema, scoort. Het staat 3-1. Daar gaat Jan van Sloten, als ik het goed zie, van het veld. De laatste wedstrijd. Mooi dit gedaan door SV Urk. Als bedankje. Zoveel wedstrijden gespeeld. En dit is het bedankje voor hem. Jan van Sloten verlaat het veld. Danny van Veen komt. Danny van Veen, ja, komt er voor in. En daar is wel applaus voor de plaats. Aan de kant van SV Urk, de nummer 16, Jan van Sloten is eruit gegaan. En dan wordt gewisseld voor nummer 2, Danny van Veen. En door het doelpunt van onder andere van Bentham en Miedema komen die op 11 doelpunten dit seizoen. En Kaas staat ook op 11, dus dat moeten ze nog even uitvechten de komende wedstrijden. Maar wat een heerlijke tussenstand is dit eigenlijk. 3-1. Op slag van rust. Ik had veel verwacht, maar dit nog niet. Van Bentum kan meegeven aan Miedema, nee. De bal terug naar keeper Bakker. Er zit de stuit natuurlijk nog in, maar hij krijgt de bal onder controle. Er staat echt een fris Gede Muiden aan de aftrap sinds 2:30. Het speelt lekker ontspannen. De grensrechter zei ingooi voor Gede Muiden. Scheidsrechter zei ingooi voor Urk. 45 minuten zitten erop. We gaan zo naar de thee, de koffie. Of als u ergens anders naartoe bent, een lekker glaasje bier of zo. Of een wijntje, een colaatje. Nou, fluit me voor de rust. Nou, ik mag ook nooit meer raden. Het is rust. Het is 3-1 voor Gede Muiden. Doelpunten door Van Bentum, Nato Bos, Lars Miedema, Oudelijk, Sporten, William, De Boer. 3-1 deze doelpunten van de nummer 16. Zo overschakelen naar de analisten en presentator René en Leo. Tot straks. We wilden ook nog even een sprint letten even, dat u niet nat wordt, om het zo maar te zeggen. En dan zien we u zometeen graag terug bij de Zeeland. Ja? Tot zometeen. Goed, het is rust Leo. 3-1 tegen de kampioen van de hoofdklasse B. Wat zegt dat over de wedstrijd die wij vanmiddag hier zien? Dat zegt het enige dat Gene Muiden een betere selectie heeft als Urk. Ik zeg met nadruk selectie. Omdat Gene Muiden speelt met een x-aantal invallers en Urk speelt met een aantal invallers. Nou ja, en dat je dan daardoor toch dit resultaat neer kunt zetten. Maar heeft dan Urk gedurende het hele seizoen de minder brede bank nodig gehad en heeft Gene Muiden dat gedurende het seizoen meer nodig had? Nou ja, veelal zie je gewoon dat een Urk, maar daar weet ik de details niet van, als die de boel compleet hebben kunnen houden, weinig schorsingen hebben gehad of weinig blessures hebben gehad, dan kun je wekelijks met je vaste team voetballen, met je vaste team trainen en dan kun je eerder patronen inslijpen. En met Gert-Jan Kasten als trainer zijn, hè, nou ja, die weet wel hoe een en ander werkt. Precies, wat viel jou met name op in deze eerste helft? En laten we het dan vooral over Sportclub Gennemuiden gaan hebben. Ja, zeker. Rens van Bentham. Ja.
Eens, ik ook. Dat is ook mijn opvallendste man. Ja. Waarom? Nou ja, omdat hij nadrukkelijk aanwezig is, met het spel bemoeid. En dat zie ik dan heel weinig in andere wedstrijden. Tenminste, te weinig vind ik. En als dat dan weer komt omdat andere dominerende spelers, zoals een Kai Velda, Boetsemar, dat die vanmiddag niet meedoen. Dat dan hij duidelijker aanwezig is. Maar als dat zo is, zou dat jammer zijn. Want dat zou betekenen dat hij met de spelers die jij net noemt minder rendeert. Ja, minder rendeert. Hij moet zich dan ook gewoon kunnen laten zien en meedoen in het geheel. Als je met een teamsport bezig bent, doe je het met z'n elven. We hebben het ook wel eens een keer gehad over Lars Miedema. Hi Chris. Dat hij ook wel eens overgeslagen werd. Nou ja, dat ligt ook aan de speler zelf. Hè? Een speler zelf moet zich ook nadrukkelijk met het spel kunnen bemoeien. Ja, of komt het gewoon omdat wij nu zien dat hij van Bentham van de rechterkant strafschopgebied er eentje in de bovenhoek krult. Ja, en dat hij daardoor opvalt. Nou ja, nee. Ook in zijn spel. Dat is meer dan dat, hè? Vandaag. Ja, ik vind dat hij nadrukkelijker aanwezig is. Meer als wat hij in de andere wedstrijden laat zien. En of hij daar niet mee in betrokken wordt. Ja, zeg het maar. Aan de linkerkant hebben we ook zo'n jongen niet. Zo'n buitenlandse jongen. Buitenland met alle respect. Nou ja. Ook die is meestal met z'n drieën, is wel meer de kracht van dit Geenemuiden, werd altijd vanuit gegaan. Maar nu ze alle drie niet meedoen, nu zie je toch meer en meer dat een Rens van Bentham gaat opstaan. Miedema ook weer gezien, doelpunt, ja. Assist, ook te maken met de afwezigheid van andere spelers? Of? Nou ja, fijn dat die gaan opstaan. Ik denk dat ook een verhaal is van trainer René van der Wij. Dat hij dan ook graag wil zien dat ook andere spelers op gaan staan. Kijk maar naar Lars of een Kai Velda, die kan een keer geblesseerd raken. Of geschorst of Bimader. Nou, dan moeten de andere spelers moeten op gaan staan. Nou, ik denk dat hij vanmiddag, Mr. Fené, gezien heeft dat dan andere spelers wel het voortouw daarmee nemen. We kunnen niet gaan verwachten van een Nathan Bos en dat soort jongens dat die op gaan staan en de boel de kar gaan trekken in het geheel. Nee, nou gaan we toch maar eens over die jonge jongens hebben. Zeg maar, hadden plezier. Jongen vanuit de tweede, rechtsback nu, vond je van hem? Ja, onopvallend. Dus goed of onopvallend? Ja, nee, onopvallend is gewoon goed, klaar. Ja, en vooral als verdediger? Ik vind dat hij eenzelfde is als een Bart-Jan Brouwer. Mannen is schakelen. En Bart-Jan heeft al wel stappen gemaakt dit jaar, dat hij ook wat meer voetbalte en zo. Maar dat kun je niet eerder creëren als je zelf wedstrijden speelt. Kijk, Bart-Jan Brouwer heeft een heel seizoen erop zitten. En die jongen van Plezier, die heeft dat niet. Nee, klopt. Ramon Beens, jou opgevallen? Of Nathan Bos? Nee, Nathan Bos scoorde. Precies, dat is ook lekker. Dat is ook lekker voor zo'n jongen. Kampioen geworden met de tweede van Geenemuiden. Mag je meedoen in de wedstrijd tegen de kampioen van de hoofdklasse B? Ja, scoor je meteen? Is, ja, maar dat is allemaal... Klop je dan echt op de deur? Of? Nou ja, een Nathan Bos die zal dan moeten gaan concurreren met een Simon Eekhoorn en dat soort spelers. Want ik zie niet in dat Nathan Bos een Rens van Bentham uit teamvoetbal. Nee, maar goed, dan noem je andere twee spelers. Hè, wie dan zeg maar als concurrent wel uit het elftal kan voetballen. Maar klopt hij inderdaad echt op die deur? Of is het gewoon... Kun je zeggen, naar aanleiding van één wedstrijd. Nee. Kijk, je kunt, of je moet, als dit nou een normale competitiewedstrijd was geweest, dan had je er een beter beeld over kunnen krijgen. Maar dit is een wedstrijd tegen een ploeg die kampioen is en die het allemaal wel gewoon echt belletjes vindt. Want ik heb niet echt het idee dat het derbygevoel en het moeten winnen, en want we mogen niet verliezen dat daarbij Geenemuiden, dat leeft in die 11 spelers die op het veld staan van Urk. Nee, zeker niet bij Urk, maar ik heb toch wel het gevoel dat bij Geenemuiden inderdaad wel wat pit in zit en dat daar de beleving absoluut goed is. Valt mij in ieder geval 300% mee. Ik vind het echt een goed Geenemuiden hier vanmiddag. Ja, niet meer. Dat klopt ook. Daar heb je ook helemaal gelijk in. En qua inzet en qua voetbal echt weinig paan te merken wat mij betreft. Nee, maar daarom zei ik vanmiddag ook al zo langs het veld. Nou ja, maar of komende dinsdag, maar gewoon starten met deze jongens. Maar die doen het goed. Zou dat heel raar zijn als je nou dinsdag zou vertrekken met deze 11 basisspelers? Ja, gebeurt niet. Want? Nou ja, de trainer heeft een vertrouwen in een groep, in een team. Nou ja, en je kunt niet op basis van één wedstrijd zeggen van... waarin het goed gaat, waar je appels met peren moet vergelijken. Want Geenemuiden speelt nu tegen Urk, die daar kampioen is. Maar hadden die meer gebracht als ze tegen NEC Nijkerk hadden gespeeld? Nou, zo kijkt een trainer. Ja. Een trainer die kijkt naar het geheel en niet naar één wedstrijd.
Nou ja, die trainer die naar het geheel kijkt, zeg maar. Kan die met de eerste helft die we nu hebben gezien, kan die daar wat mee richting na competitie? Ja, dat vind ik een goede vraag. ja, zeker. Resultaat, prima. Goals op de manier hoe het gevoetbald is, prima. Ja, als we dat straks ook zien met die andere jongens erbij, wat we verwachten richting dinsdag. Nou, als die uitvoering dan weer hetzelfde is, prima. Nou, ik zei het net ook in mijn verslag. Ik vind het echt opvallend dat Genemuiden in aanvallende zin met meer mensen in de 16 verschijnt dan veel van de voorgaande wedstrijden gewoon. Ik zie af en toe aanvallen, zeg maar, dat er gewoon 3 man van Genemuiden extra in de 16 staat. Die ik in eerdere wedstrijden daar niet altijd heb gezien. Maar dat is echt opvallend. Maar een logische vraag is dan, hoe kan dat? Ja, leg het maar uit. Zeg maar, komt het dan door die nieuwe jonge jongens? Die... Of een tegenstander die gewoon anders is. Ja, zou Urk gewoon echt, die vindt het allemaal wel prima. Die vindt het allemaal helemaal dik voor elkaar en die willen hier wel met de 6-1'tje naar huis. Nee, die willen niet met 6-1'tje richting huis. En dan zal de trainer daar straks ook over hebben. En die jongens die willen dat niet. En het zijn allemaal eigen Urk mensen. En Urk met 6-1 verliezen daarbij Genemuiden is voor Urk een smetje op het kampioenschap. Ja, maar toch zie ik daar niet mensen opstaan met mouwen opstropen en eens eentjes... Misschien is dat wel de klasse van Genemuiden. Voetballend. Nou ja, voetballen, maar ook het korthoudend en weet ik er allemaal meer. Nee, nogmaals, je kunt die wedstrijd niet vergelijken. Maar die uitwedstrijd bij Urk was echt fysiek. Was echt op duelkracht eraf. En hier kom je voetballend gewoon bij gewoon de betere ploeg. Ja, en dan komen we op het punt waar we het in de voorbeschouwing ook over hadden. Wat Boetse Martoen zei na de wedstrijd tegen Dovo. Je komt meer aan het voetballen toe en dan worden we sterker. Nou ja, waar we het net dus over hebben gehad, op die eerste helft. Je hebt een tegenstander die niet kort houdt, die niet allemaal in gaat zakken. Wat bijvoorbeeld NEC Nijkerk hier wel deed met 11 mensen achter de bal en dat soort zaken. En dan kom je ook makkelijker aan het voetballen zelf ook aan. Nou, dat zie je nu in deze wedstrijd. Waarin een tegenstander eigenlijk... Nee, een tegenstander 1 keer gescoord. Strafschop was die terecht? Ja, stond er dicht op, hè? Ja, ik stond er dicht op. Terecht, strafschop, klaar. Dus geen twijfel mogelijk. Nee. Genemuiden 3 keer scoren tegen Urk. Netjes. Miedema hebben het over gehad. De debutant die scoort. En Van Bentum met echt een beauty. Ja, eigenlijk zitten we naar een hele lekkere wedstrijd te kijken. Een goede generale. Maar dat is geen garantie. Zeker geen garantie. Weet je wel al iets meer over mogelijke tegenstanders? Heb je daar al over nagedacht of verdiept in de eerste 45 minuten? Of is dat voor jou ook abracadabra mogelijke tegenstanders zijn? Nee, weet je. De stand moet je erbij pakken. En die stand moet straks eerst helemaal afgewerkt worden. Nou, en dan kun je zien van de nummer 3 vanuit die klasse speelt tegen nummer 2 van die klasse. Dan is de nummer 3 gewoon die speelt dan tegen die. Ja, want ik hoorde iets van Vlaardingen als mogelijke tegenstander. Ik hoorde iets als Zwaluwen als mogelijke tegenstander. Harderwijk heb ik ook voorbij horen komen. Dus wat dat betreft zijn er allerlei dingetjes, allerlei ploegen die worden genoemd. Maar het is een zo wiskundig ingewikkeld verhaal om te bepalen nu al wie er tegen wie moet. Dat in ieder geval voor ons als analisten vooraf een soort van niet te doen is. Je laat me een of ander schema zien. Dit is het schema. Zoals het is. Ja, van de dinsdag de laagste, 7 en de laagste, zaterdag. De laagste van de periodekampioen. Dit moet ik zeggen. Van de hoofdklasse A is dit. Speelt tegen de hoogste van die gerangschikt staat in die hoofdklasse B. Dat betekent dat Volendam, die is de hoogste. Die staat nu tweede, want die staan voor met 1-0. Die spelen tegen de laagste uit de hoofdklasse A. Ja, de laagste uit de hoofdklasse B. Eemdijk is dat. Die speelt dan tegen de hoogste uit de dingen. Ik zie in het schema niet staan dat het van belang is of je de eerste of de tweede periode hebt gepakt. Dat doet er niet toe. De hoogst geclasseerde promotie. Precies. Ja. De periodekampioen, dat bedoel ik. Ja, en Jan Tuinman gaf dat aan dat dit de hoogste in de rangschikking is. Ja, en niet de hoogste nogmaals, voor u als kijker, abracadabra, simsalabim. Voor ons eigenlijk ook, want als je hier al die afkortingen ziet, dan denk ik van, nou, mij niet bellen, het zal allemaal wel. Over 45 minuten, dan kunnen we ongeveer vertellen hoe het er allemaal aan toe gaat in de nacompetitie van Sportclub Genemuiden. Want dat is zeker, Urk als kampioen, bakken er vandaag niet al te veel van. Genemuiden staat met 3-1 voor en over een minuutje of 45, dan wordt bekend wie er in de nacompetitie gaat voetballen, Leo. Maar heb je zelf voorkeur? Nee, ik ken die andere ploeg niet. Maar hoe vervelend dat ook is, kom je 2 punten tekort. Voor? Nou ja, om kampioen te kunnen worden. Ja, nou, maar als je dan... En dit is niet alleen de wedstrijd tegen Flevo Boys, maar ook hier thuis tegen een NEC Nijkerk. Laat het gewoon lopen. Ja,
Ja, weet je, en dan precies, dat kun je allemaal je dood analyseren over waar het dan allemaal misgaat. Het is gewoon een feit. Urk heeft na zoveel wedstrijden de meeste punten en zijn dan automatisch terecht kampioen. Dat is ook wat René van der Weijden, trainer van Sportclub Genemuiden, zei. Dus nou, wat dat betreft, dikke duim. Bloemen aangeboden aan de tegenstander van vandaag. Nou, dat is een minst fijne moment uit je sportcarrière. Maar het siert wel Sportclub Genemuiden om dat op deze manier te doen, richting de tegenstanders. Wij gaan naar de tweede helft kijken met verslag van Richard. En ik zei de gek, 45 minuten voetbal nog eigenlijk voor de... Dat is keizersbaar. Precies. Nou, zo gaan we weer beginnen aan de tweede helft. Ik zie nieuwe spelers op het veld, dus dat betekent dat Genemuiden heeft gewisseld. Martijn Eenkoorn staat aan de aftrap. En volgens mij is Lars Miedema eruit gegaan. Ik denk dat Lars rust krijgt voor... dinsdag. Ik laat niet vergeten dat Lars bijna alle wedstrijden gespeeld heeft, hè? Hij heeft ze allemaal gespeeld op de eerste wedstrijd na, volgens mij. Daar had ik weer een mooi zo'n statistiekenlijstje voor, maar je weet hoe dat gaat met mij. Lars is twee keer ingevallen, heeft 26 wedstrijden vanaf de start gespeeld, dus vandaag de 27e wedstrijd. Dus dan komt hij op 29 wedstrijden dit seizoen van de 30. William Jansen gaat warm lopen, Martijn Eenkoorn er dus ingekomen. Moet zich natuurlijk nog wel even officieel melden voor die wissel. En ik denk ook dat wij Noordien Boetsema ook niet gaan zien. Vanmiddag zal ook gespaard blijven. En eigenlijk heb ik ook een beetje de indruk dat Urk het helemaal niet in paniek raakt. Bij de tweede helft Sportclub Genemuiden tegen SV Urk. Er heeft bij Sportclub Genemuiden een wissel plaatsgevonden. De nummer 19, Joost Miedema, is eruit en hij is gewisseld voor de nummer 14, Martijn Eenkoorn. Genemuiden voetbalt relaxed, voetbalt lekker. Het lijkt alsof het te merken is dat de druk van de ketel af is. Hoe anders zou het geweest zijn als dit de kampioenswedstrijd was geweest? Dan speel je met een andere druk. En die druk is nou gewoon ja, weg eigenlijk. Is Corné er alweer een keer of duurt wel lang? Nou, ik voel wel wat gedreun hier, dus hij zal wel binnen zijn gekomen nu. Ja hoor, daar staat hij. Van Bentum aan de linkerkant. 1-2, ja, daar is hij bijna langs. Krijgt een klein duwtje, maar dat vindt de scheidsrechter te licht. Martijn Eenkoorn. Naar Rens van Bentum. Daar, Breeman. Zo. Krijgt hem even op de pantoffel. De meeuwen uit Urk zijn ook binnen. De kinderen hebben dan wel snoep op het veld gehoord. Aha. Goed gedaan door Genemuiden. Beens
naar Eenkhoorn. Eenkhoorn met ruimte daar. Wat kan hij daarmee? Hij geeft die bal aan Van Bentem. Oh, zei net. Goed werk daar. Maar dat begint eigenlijk hiervoor al. Tussen Breeman en Beens. En Beens die het lepenballetje geeft op Eenkhoorn. Die daarna weer teruggeeft aan Van Bentem. Wat zou Urk daarvan vinden als ze hier uiteindelijk met 4 of 5-1 van het veld afstappen? Hebben ze dan zoiets van, nou boeien, lekker belangrijk, wij zijn kampioen? Of is het dan toch een beetje een naar gevoel wat je aan deze wedstrijd overhoudt? Ja, ik heb wel een beetje het soort idee dat Urk zoiets heeft van, het zal mij eigenlijk maar wat schelen. Ik zie die coach Gert-Jan Karsten dan hier ook beneden. Nou, die kijkt meer in de kouten op het veld. Ja, het is ook niet dat je zegt van... De focus is er volledig vanaf bij Urk. Ja, hij kijkt nou het veld weer in, maar ik zie hem net heel veel met wisselspelers communiceren. Dus, ja, en wel te begrijpen ook natuurlijk, als je gewoon het kampioenschap al hebt gevierd en nu tegen een van de concurrenten aan moet treden, dan vind je het misschien ook allemaal wel dikke prima. Nou, ik zou wel vertellen, Corné, stel dat ik hier als Urker, nu ben ik er niet, hier zou komen voor een kampioenswedstrijd, ik zou er wel volop gaan. Ik zou de laatste wedstrijd willen winnen. En helemaal als het de derby is. Derbys wil je altijd winnen. Snoek aan de rechterkant glijdt daar weg op dat kunstgras. Dat was een snoekbuik. Ja, dat was echt een typische snoekbuik. Als een vis in het water, hè? Snoekduik. Geen woud aan de bal van Lente. Je wou er even bij, kom maar hoor. Je mag er wel bij. Maak ruimte voor je hoor. Van Lente doet daar goed mee. Eenkhoorn, niet bang voor de bal. Nog een keer niet bang voor de bal, maar is wel bijna kwijt. Sterker nog, Urk heeft daar de bal. Het vasthouden van harde plezier. Bij William de Boer. Gezien door de scheidsrechter. Nou, die advocaat op zak, die heeft wel in het snotje zeg maar, waar deze wedstrijd om gaat. Om namelijk precies helemaal niets. Ja, als dit een wedstrijd was die er echt om had gedaan, dan had hij nu het boekje ingegaan. Want dit was natuurlijk gewoon een hele duidelijke gele kaart. Maar nogmaals, de belangen van deze wedstrijd. De Boer, de Boer. Ja. Nou. Is er verder nog wat in de competitie van belangrijk? Ja, er is nog één ding dat is heel belangrijk, dat is voor de na-competitieplek. Putten of de dijk. Nou ja, en wat belangrijk is, is of Volendam ook zijn 3 punten pakt, want dat bepaalt uiteindelijk wie tegen wie moet. Nou, Volendam stond net voor, heb ik gezien. Putten staat gelijk tegen Eemdijk. En de dijk staat 1-0 voor bij NSC Nijkerk. Dus betekent nu in ieder geval dat Putten na-competitievoetbal heeft. En hoe zit het dan als je Genemuiden en Volendam vergelijkt? Volendam tweede plek dan, hè? Ja, Volendam heeft 1 punt meer, dus... Ja, duidelijk. Focus weer op de wedstrijd. De corner voor Genemuiden, Simon Eenkhoorn. Zijn 200ste wedstrijd, daar komt dan die bal voor. Kan er gekopt worden door Hadderplezier? Jawel, maar de bal wordt naast gekopt. Ruim. Ik heb het gevoel dat er steeds meer meeuwen komen hier. Ja, dat was, ja precies. Ja, dat was ook aan het shirtje trekken terecht de gele kaart. En bij elkaar opgeteld besluit de scheidsrechter nu van vorige overtreding plus deze overtreding. Maakt 2 overtredingen, maakt dat jij bij mij in het boekje komt. Had het plezier. Ja, dat houdt een keer op. Even wat irritaties kijk, daar. Wat irritatie, onbegrijpelijk. Tussen Marine Snoek en Nathan Bos. Terwijl Van Bentem vraagt waarom krijgt hij geel. Nou zegt de scheidsrechter, daar trok hij ook al aan het shirtje. Toen heb ik hem gespaard. Nu deed hij nog een keer. En nou gaat hij op de bon. Nou, de trainer van Urk kijkt ook eens op teletext hoe het allemaal met de standen staat. Ja. Totaal niet interessant. Dan komt dan de vrije trap van Urk. Kan gekopt worden? Nee. De bal gaat over... Jelle de Boer heen. Welke wedstrijd zou die trainer van Urk nu aan het volgen zijn op zijn teletext, op zijn mobieltje? Dat zou ik echt niet weten. Ik zou ook niet weten wat voor belang dat is voor Urk. Want ja, je speelt volgens jou derde divisie. Ja.
Ja, wat moet je allemaal nog weten? Zijn nieuwe club, zijn nieuwe club misschien. Nou ja, hij loopt een beetje heen en weer. Hand in de zak. Als ik dan kijk naar René van der Weij, die zit lekker op zijn stoel. Wel op zijn puntje zie ik. Jacco Riemers zit wat relaxter. Nou, daar komt nog even een sneer. Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen. Wrijven het maar even in de wonden. En terecht. Maar het doet Gede Muiden niet veel. Urk die het spel even maken. De aanval Snoek naar andere Snoek. Nentjes met de bal voor. Uiteraard in de handen van Streutke. Geeft er wel mee aan. Had het plezier. Ik denk dat als je naar de toeschouwers kijkt en je haalt al die blauwe shirtjes weg. Dat je moet constateren dat er denk ik meer mensen van Urk hier zijn dan van de eigen supporters van Sport op Genemuiden. Nou, we moeten niet vergeten, hier aan de zijkant, aan onze rechterkant zien we niet alles. Maar daar staan heel veel van Genemuiden vaak. En ook aan deze kant staan ze. En ook achter het doel. Kijk, dat is meer het gedeelte van Urk dan nou. En daar heb je tussenin heb je daar Genemuiden nog. Dus ik denk wel... Wat een lekkere beweging. Die speelt echt wel een hele lekkere wedstrijd. Van geeft mee aan Eekhoorn. Had even moeten wachten aan Eekhoorn. Of zijn broer Simon had eerder moeten zijn. Die had hem dan voor de neus van Bakker binnen kunnen schieten misschien. Maar ik vind een heerlijke beweging. Ze spelen relaxed, Genemuiden. Ja, en weet je, waar zit hem dat nou in? Hè? Zit hem dat nou in Urk als tegenstander, die het echt allemaal wel helemaal prima vinden? Of is gewoon Genemuiden gewoon lekker balletje aan het trappen? Nou, ik denk eigenlijk allebei een beetje als ik mezelf zo hoor kletsen. Ja. Neentjes, even wat ruimte daar. Via het been van Eekhoorn, daarna Streutke er op tijd bij. De bal gespeeld, laat de scheidsrechter ook nog zien. Maar daar ligt de boer op het veld. Streutke die de bal weer uitgooit. Daar moet even verzorging bij komen. Nou, ook wel sportief van Ryan van Lent, hè, dat hij meteen eventjes gaat vragen hoe het met die speler van Urk gaat. Ik zit trouwens even te denken, Corné, ik krijg een helder moment in één keer, dat gebeurt ook niet vaak. Maar in de warming-up van Urk was er eentje die op de grond zat en alles en verzorgd moest worden. Zo, volgens mij is die speler eruit gaan en is daar die neentjes voor in de plaats gekomen. Dat zou het dan wel kunnen zijn. Die neentjes? Oh, die in de warming-up al? Ja, dat er eentje in de warming-up volgens mij al uitviel. Ik zit al even te zoeken welke dat is. Volgens mij was dat Klaas Kramer. KK. Want ik heb nummer 5 de hele wedstrijd nog niet gezien. Je ziet er relaxed ook bij de spelers van Urk. Hier Snoek met Karsten. Gaat wel een wissel komen bij Urk. Lucas Schraal gaat erin komen. Terwijl ook Jasper Tuinman is warm gaan lopen. Kan zijn debuut vandaag gaan maken. De bal teruggegooid naar Streutke. En dus gaan we weer even lekker voetballen. Meters. Van Lente. Eekhoorn. Probeer mee te geven aan Brouwer. Dat lukt niet. Maar dan moet hij verdedigen daar even. Brouwer is weg. En dus Streutke. Had het plezier. Moet voor zijn man komen. Daar de ruimte. De ruimte. Er gaat gewisseld worden bij Genemuiden. Jens Jörn Streutker gaat eruit. William Jansen gaat erin komen. Ook Ingmar Lassen gaat komen. Daarvoor gaat Rens van Bentum eruit. Ja, het is eigenlijk het dingetje waar we al wel hadden verwacht. Spelers die gespaard gaan worden. Dus dat betekent dat Matthias Breeman achterin gaat spelen met Ryan van Lente. Al vaker dit seizoen gedaan. Ingmar Lassen gaat op de plek, dan spelen we van Bentum en William Jansen op het middenveld. Is eruit en Rens van Bentum, de nummer 9, is eruit. Dat is een gewisseld voor de nummer 17, Ingmar Lassen en de nummer 22, William Jansen. En ook bij Urk gaat er gewisseld worden.
afscheid van spelers zie ik alweer. Denk ik dan. Ook hier weer van die speler die in de eerste helft werd gewisseld, die kreeg ook een mooi schilderijtje. Oh, excuus, Klaas Kramer gaat invallen. De winnaarsgroep staat erop. De boertjes. Een Ronald Wezelman. Marine Snoek opgetild door Hessel Snoek. Zit erop. In de ploeg komt dan Lucas Schraal en Klaas Kramer. Nou, die hebben een mooi schilderij boven de bank vanaf vanavond. Mooi gedaan door Urk. Ja, je ziet het wat we eigenlijk niet zo serieus genomen dit. Nummer 3, Ronald Wezelman is eruit. En de nummer 10, Marinus Snoek. De gemiddelde leeftijd bij Redenwaarde zal laag zijn nu. Eenkoorn, de talenten aan het werk. Het is een jonge ploeg nou bij Redenwaarde. Ja, het is net alsof ze nu een wedstrijd onder 19 zitten kijken. Ja. Ja, eigenlijk wel. Drie ervaren mannen zijn buitenstaan. Zijn maar één koor. Oh, Ramon Beens. Met zijn hand. Drie tegen die. Drie tegen drie. Heeft Urk er nog zin in? Brouwer. Terwijl we naar de 60ste minuut alweer gaan. Hebben we het al over jouw voorspelling gehad, Richard? Ik heb borst. Omgekeerd. Had jij 1-3? Nee. Nee. Echt? Nee. Wat een slechte vrijtrap van die nummer 26. William de Boer. Maar goed, hij heeft nog wel weer de bal. De Boer. Dat was ook een mooie snoekduik, maar dan niet van Snoek. En dan Gedemuider die weer uit kan verdedigen en zelfs weer aan aanvallen kan denken. En met een gelukje toch bij Simon Inkom komt. Ja, krijgt daar wel een tikkie. En normaal is dit ook een kaartje. Maar hij zal de kaarten voor de rest wel op zak houden als het niet nodig is. Nou, de grapje als uiteindelijk is ook wakker. Flevoboys, bedankt. Nou, en normaal hebben ze altijd haat en nijden een beetje met elkaar. Hè? De onderlinge... rivaliteit, hier Ingmar Lasje. Oh, hij houdt er heel graag binnen. Nou, Inkoorn. Had zijn 200ste wedstrijd kunnen belonen met een doelpuntje. Maar goed gedaan door Ingmar Lasje. Ja, de jeugd klopt op de deur. De talenten laten hun talenten op ons zien, ja. Eén koord aan met twee man, krijgt er lastig mee, William de Boer. Met Brouwer. Brouwer is er dan nog kwijt. Ja joh, dat is gek. Ik hoop niet dat we van die taferelen krijgen als in Den Haag. Dat was schandalig. Excelsior. Nee, nou, dat was schandalig. Dat is geen... Oh, wat lekker weggedraaid. Nou, daar komt het zijn het even in aanraking met de bal. Bij HZVV. Oh, sorry. Nee, ik dacht 8, maar dat was een 0 gewoon. Hoe is het met Volendam, Richard? Volendam op 2-0 tegen AZSV. Dus die zijn dan de hoogst geclasseerde periodekampioen. Correct. Dus die naam kan worden ingevuld. Alsmede de naam van de laagst geclasseerde periode kampioen, dat is namelijk geen Mouw. Ja, en dan krijg je waarschijnlijk Eemdijk er ook bij met een periode. Ja, Eemdijk krijgt ook een periode, die krijgt hem van Urk. Dus Eemdijk gaat ook periode spelen. Deto is toch nog wel best wel dichtbij gekomen, Deto op de vijfde plaats. Kijk hier dan, kijk hier dan, kijk hier dan. Nou, de Boer, ja. Ja. 3-2. Dat was wel fijn aangenomen, deze lange bal. Jelle de Boer. Maakte de aansluitingstreffer op zo'n manier. Ja, zo laten we de kant op. Is de kant van SV Urk nummer 9. Jelle de Boer scoort, het staat 3-2. Ze laten Urk zien dat ze inderdaad niet van plan zijn om richting Urk terug te keren met een dikke vette nederlaag.
met 3-2 op het bord in de 61ste, 62ste minuut om precies te zijn. Is het weer een wedstrijd, Richard? Ja. Ja, dat is ook wat te verwachten. Zo heb ik mijn voorspelling ook ingevuld namelijk. Dus. Het wordt weer een bierpakketje. Je bent welkom. Nijntjes, nou in één keer Urk die flink gaat aanvallen. Riddermuiden moet zijn kop niet gek laten maken. Gewoon je ding doen. Hier, één korn vastgepakt. Door de invaller van Veen. Eén korn die daar ook even blijft liggen, werd even goed vastgepakt daar. Ja, en een van de dingen waar van tevoren over gesproken was, is blessurevrij deze wedstrijd uitkomen. Ja, dat lukt met dit soort overtredingen dan wat minder. Al staat hij weer. Nou ben ik wel benieuwd, dan ben ik wel benieuwd of René van der Weij hem ook zal opstellen dan voor een belangrijke wedstrijd. Maar dit, laat ik eerlijk zijn, je kunt hem als wapen er altijd bij hebben met zijn snelheid. Dat hij in één korn. Nou ja, twee wedstrijden geleden goed voor twee assists. Dus in die zin belangrijk geweest. Dat vergeet jij ook niet in dit seizoen. Oh, daar wordt de bal uiteindelijk in de handen van Streutke gevaren weken. En dus kan plezier weer. Vraag maar aan Arend van der Wetering hoe dat voelt rechtsback te zijn. Met vele sjouwen wat hij ook wel eens deed. Oeh, dat is ook een lekkere zeg. Dat is gestrekt mee vooruit. Ook niet echt geweldig. Excuse. Normaal ook een kaartje, hè? Normaal ja. Is het ook een kaart, dus. Zij zegt de laag, los het rustig op eigenlijk. Ja, voelt wat dat betreft de wedstrijd wel aan, maar we moeten toch niet aan denken dat dit dan de wedstrijd zou zijn die erom deed. Ik denk als je kampioens. Dan haalden we de 11 tegen 11 niet, denk ik. Ik denk als je kampioenswedstrijd had gehad, dat je al veel meer kaarten had gehad. Dat is ook de manier om de wedstrijd, de teugels in handen te houden als scheidsrechter. Als je die teugels laat vieren en je bent ze kwijt, dan krijgen ze ook niet snel weer. Brouwen daar, zijn shirtje trekken bij beide spelers. Breeman, slot op de deur, zouden de Belgen zeggen. En bij Belgen zeggen altijd slot op de deur, wij zeggen de verdediging. Brouwer, iets wat hinkelend, terug zijn eigen 16 in. Ook allemaal kleine pijntjes. Dat belooft nog wat met... aanstaande dinsdag en aanstaande zaterdag weer twee belangrijke wedstrijden op het programma. Fit blijven, heel blijven, herstellen, dat zijn wel de toverwoorden. De Boer, dat kan niet weer. Plezier, moet twee keer aan de bak. Bal is nog niet weg. Oh, schitterend doelpunt daar hoor. Brans is dat. William de Boer, excuus. William de Boer met de 3-3. Ja, je kunt van alles erover roepen, maar deze zat er lekker in. Wat zal er bij Van der Weij nou in zijn hoofd omgaan? Gaat hij dan Bouchamane sturen? Ik weet niet. Doe aan de kant van SV Urk, nummer 26. William de Boer scoort, het staat 3-3. De Boer met zijn tweede van de middag, eerder natuurlijk de strafschop. Maar sinds Van Bentum eruit is en sinds Jens Streutker eruit is, twee bepalende spelers van Genemuiden. Is de wedstrijd wel een soort van gekanteld? Nou ja, meer dan dat. De defensie van Gedemar is niet meer zo sterk als dat het was. Leerprocessen. Hoe rustig blijven de spelers van Gedemar dan? Dan moet ik zeggen, ik had wel 3-3 voorspeld. Dan krijgen we dat weer. Zonder gekheid. Dat weer. Mijn vader had 2-2, ik had 3-3. Nou, ik kan ik heb het gevoel dat het nog meer gaat komen. Ik wou zeggen, ik kan jou wel verklappen dat dit niet 3-3 blijft. Nee. Ik wou 4-4 nog opschrijven, maar ik denk, nou, dat is wel een beetje te enthousiast. Maar wat kan Gedemuiden nog? Bos nou, krijgt een klein duwtje in de rug. Dit is wel een mooie afstand. Voor Velda bijvoorbeeld. Ja, en in het verleden ook voor Erik Rotman. Ja, dat heb jij niet meer meegemaakt. Dat is allemaal nog weer voor jouw tijd. Die heb ik bij PEC Zwolle gezien. Ja, nou precies. Maar dat is voor je tijd hier. Dus... We gaan ook via de derde camera de lucht in, heb ik de indruk. Zwaaien van. Nee, je bent nog niet in beeld. Oh, ja. Ik zit even te kijken. Oh. Je wilt even zwaaien? Nee, niet nou, mensen, serieus. Oppassen, Richard gaat zwaaien. Ja, zwaaien. Het beeld kan wat vervormd worden. Je mag nu zwaaien. Je bent nu in beeld. Waar ben jij in beeld dan? Scheid het.
Nou, dit is Richard. Simon Inkoorn, kan hij zijn 200ste wedstrijd belonen met een doelpunt? Je kunt brieven sturen naar breeman.net. Ja, accept Giro ook. Mooie aanloop. Daar komt die vrije trap, wordt nog even getoucheerd in de muur. Nummertje 14, die zat er nog met zijn hoofd bij. Pietertje Brans. Dus één corner nou met de corner. Lage bal. En nog één. En dan gaan we nog even corner nemen. Nou, ik denk dat je toch moet gebruik maken van de lengte van de keeper van Urk. Die is niet heel lang. De niet-lengte bedoel je? Ja. Dat is ook zo kleinerend spreken. Ingmar Lasje. Oh, mooie ballenbos. Daar komt die bal. Kan er iemand bij? Ja, Simon Inkoorn staat er nog. Leg de bal klaar. Ja, nee. En dus 3-3. We hebben Geerdemuiden vaak 1-1 zien spelen. Maar dat was vaak als het paniek was. Alarm fase 1. Maar die is er nou niet. Maar het is wel 1-1. Alle hens weer aan dek. Brouwer. Slim. Deed dat even slim. Nou, en toch ook die trainer van Urk heeft het licht gezien, zeg maar. Die is toch ook opeens behoorlijk van het wisselen. Er komt nog een wissel aan. Doelman Kofferman gaat erin komen. De oude Kof. Ja, die jarenlang gespeeld. Ik denk dat het voor hem ook zijn laatste wedstrijd dan is. Hij gaat een minuut volmaken. De speler van Urk die ik al heel lang ken wel. Wissel aan de kant van SV Urk nummer 23. Hendrik Bakker gaat eruit. Hij wordt gewisseld voor nummer 21. Cornelis Kofferman. Maar ik denk dat ze naar jou hebben geluisterd. Want je had het over een kleine keeper. Dus die gasten hebben gedacht van ik ga meteen wisselen, want dat is natuurlijk gewoon groot gelijk wat die Richard hier allemaal vertelt. We zetten een beer in de doel. Ze hebben een mannetje van 2 meter erin gezet. Nou. Dus dit soort dingen moet jij niet meer zeggen, Richard, want je hebt nu wel in de gaten dat er gewoon ook live op de bank van Urk met ons wordt meegeluisterd. Spionage. Zo hebben we het over kleine keepers en die wordt dan zomaar gewisseld. Hoe zeggen dat spelers bij Geerdemuiden ook niet groter worden? De overtreding hier. Ja, dit is een Lasse Schöne plek, maar die hebben wij niet bij Geerdemuiden, maar wat gaat er nu gebeuren? Jasper Tuinman gaat zijn debuut maken voor Nathan Bos. De gemiddelde leeftijd gaat nog verder zakken. En nog een wissel. Oh nee, Martijn Inkoorn gaat eruit. Stoot op de last van de schouder. Hij heeft echt heel veel last, zullen we zien. Kan zijn shirt ook niet uitkrijgen, moet uitgedaan worden. Zie ik hier net. Sleutelbeentje. Wissel aan de kant van Geerdemuiden. Jansen met de vrije trap. Hij gaat eruit en wordt gewisseld voor de nummer 23, Jesper Tuinman. Nou ja, zo hebben we er iedereen ook wel in. Alleen Boetsemar en Havenkamp nog op de bank. Maar ik denk ook niet dat wij Noordien gaan zien vandaag. Staat hij niet gewoon aan de overkant? Er staan wel heel veel spelers. Volgens mij is het ook warm, die spelers. Ja, en dat gaat er nog voor, kan ik u verklappen. Jasper. Dan kunnen we zien wat die Jasper Tuinman kan. Oeh, kruipmaak. Ik denk dat het niet eens zo verkeerd was eigenlijk dat die scheidsrechter draait, want dan had je de bal kwijt geweest. Dankjewel, scheidsrechter. Slordige bal van Ramon Beens. Wordt ingeleverd, maar ja, daarna denk Kramer, weet je wat. We staan gelijk weer. Hoppa, doe het ook even. Nou, wat kan de tuinman dan? Bos! Ja, dat doet hij wel leuk. Even nog een duwtje aan eindjes. Drie mannen bos in. Stuurt hem het bos in, ziet door de bomen het bos niet meer. Ja, jij ook. Ja, je maakt ook elke keer dezelfde, jij. Jij begon. Dan streep ik hem door. Van de kaart. Bos kan er weer tussen komen. Jansen. Ramon Beens ziet daar Bos gaan. Bos kan hij meekrijgen. Ja, hij krijgt hem mee. Zet Hakvoort daar aan de kant. Bos. Ah, dan kan hij daar met niet één corner bereiken. Tuinman, gretig is hij. Ja, daar was netjes niet op gerekend. Daar kwam Tuinman nog. Breeman speelt een uitstekend seizoen. Oh, en daar gaat de boer. Daar gaat de boer. Oh! Oh! Is het met
missen voor open doel bijna. Ja, en dan maak je die vorige goal met een soort van halve omhaal. Schitterend, technisch perfect. En dan moet je een bal met je binnenkant voet in het lege doel schuiven. En dan schiet je naast. Ja, ook. Hij had zijn hat-trick kunnen maken, maar... hij denkt, Richard heeft 3-3 voorspeld. Ik ben coulant vandaag, dus... Hij krabt zich nog eens achter de oren, die beste man. Nou, niet alleen achter zijn oren. Ook op zijn hoofd nog wel eens even. Daar. Beens. Ruimte daar weer bij. Wil diegene die daar boven het bord zit bij het VDK van het bord afgaan, dankjewel. Waar zitten ze nou weer dan? Oh, daar ja. Hij ziet ook alles, hè, die fans. Het is wel een soort van... dat je zeg maar wel aandacht krijgt voor je reclamebordje op deze manier. Ja. De stadionspeaker de naam van het reclamebord omroept omdat er iemand op zit. Waar zit het reclamebord van der Sluis? Nee hoor, die zit er wel. Alleen aan deze kant zit hij. Ja, en als u denkt we zijn er al bijna. Nee hoor, we hebben nog 20 minuten te voetballen. Zo, Schraal krijgt de ruimte. Snoek, zijn het. Een streutje zijn ook tegen Bremen, dan geeft ze nog niet te veel ruimte, joh. Ja, Van der Weijden staat te kijken naar zijn ploeg. Stond erbij en keek er even naar. En denk van, wat is dit? Dit was niet de bedoeling. Jansen heeft daar moeite daar. Met van zo'n Veen. Zo. Nou ja, het is natuurlijk wel zeg maar een manier om de jeugd van Genemuiden kennis te laten maken met het voetbal in de hoofdklasse. Nou ja, en dan komt er net wat anders bij kijken dan alleen een balletje van A naar B spelen. Ook een leerproces, hè? Want stel dat je naar de derde divisie wil, dan weet je dat je dit soort wedstrijden elke week hebt. En dat je elke week een tandje erbij moet zetten. En dus dit is een prima krachtmeting. Zo. Ik vind wel dat apart dat de jongens of de jongeren van Urk daar zo voor de reclame worden bij het veld kunnen staan. Zo, Urk daar weg. Schraal. Via Breeman. Over de achterlijn. Ja, en dat is wel een dingetje. De lengte is wel aardig weg bij Genemuiden. Als je kijkt naar... Hè? Nou, dit hebben ze gehoord, Richard, vanaf de bank. Je hebt het over supporters aan de voorkant van het reclamebord. En door de spelers van Urk worden ze gewoon... Ja, niet de mensen, hè? Urk, onze sponsor. Ja, daar hangt zo'n vlag voor, dus die moet eens weg ook eigenlijk. Nu staat alleen maar Ron. Vang even die visje op. Daar komt dan de corner voor Urk. Ja, kan gewoon binnengekopt worden daar. Door die kopje aan Bans. Urk draait de wedstrijd helemaal om. Kijk, de Urk-hooligans van 6, 7, 8 en 9 jaar oud. Ah, nou ja, het is mooi om te zien. Eerlijk is eerlijk. Mag allemaal niet, hoort allemaal niet. Maar... Doelpunt aan de kant van SV Urk, de nummer 17. Rico Jan Brand scoort. Het staat 4-4. Nou, 3-4 denk ik. 3-4. Precies. Ja, ze horen jou ook al sneller. Kijk, staat 4-3 voor Genemuiden op de stand. Heel zettig in beeld. Ja jongens, dat denk je met de rust. Ja. Maar dan denk ik met de rust, 3-1, wat kan hier allemaal nog misgaan? Ja, waarom gooit Urk er met het petje naar? Nou, dat petje hebben ze weggegooid. Het is gewoon een volle bak Genemuiden de vernedering en hier met 3-4. Marisat, jij kent de spelers van Urk ook een beetje vanuit het verleden. Ik bedoel, zijn de mensen die nu zijn ingebracht, zijn dat... standaard eerste elftal spelers, ja. Of zijn dat net de spelers als Genemuiden gewoon jeugd? Nee, dat zijn wel standaard spelers. Zoals hier die nummer 20, Lucas Verhaal is wel een bekende bij Urk en ook Ieder Nentjes wel. Dat zijn wel bekende namen die je kent van Urk. Urk speelt wel best wel met een sterke opstelling hoor.
Ja, dus het is niet zo dat net als Genemuiden, zeg maar, Genemuiden geeft nu de jeugd een kans, de tweede elftal spelers. Maar Urk zet nu, zeg maar, de spelers in die de rest van het seizoen ook continu het eerste hebben. Ja, ja. Nou ja, dat verklaart dat het verschil. Urk speelt niet met een B-opstelling, zeker niet. Ze hebben alleen de keeper dan gewisseld. Normaal staat er Richard Strijker op doen, maar nu begon daar Hendrik Bakker. En nu is Cornelis Kofferman naar het veld gekomen. Maar voor de rest, dit zijn wel de spelers die je bij Urk kent. Ja, en nog steeds gretig, want die gaan nog op zoek naar de 3-5. Ja, maar er wordt ook wel gezien wat de zwaktes bij Genemuiden zijn als het gewisseld wordt. Ik mis wel communicatie ook met elkaar. Wat irritatie komt er van, je moet doorlopen. Als dat zie je net ook wel met Breeman en zo en alles. Je proeft toch een beetje dat de communicatie een beetje wegvalt, heb ik het idee dan. Je wou met een goed gevoel de na-competitie in. Is dat goede gevoel nog aanwezig dan, Richard? Ja, nu momenteel natuurlijk niet. Hè. Dat is natuurlijk logisch. Het is natuurlijk even gewoon kloten. Omdat je natuurlijk ook ruim voor stond. Hè. Kijk, als je maar 2-1 voor stond of net aan, maar je stond 3-1 voor. Je had eigenlijk de controle over de wedstrijd en die ben je nou eigenlijk gewoon kwijt aan Urk. Dat is gewoon zo. Daar kun je over discussiëren, maar je bent nou gewoon de controle kwijt. Urk maakt de wedstrijd nu. Heeft het initiatief volledig overgenomen. Want ja, wat is Genemuiden nog gevaarlijk geweest sinds die Kofferman op veld staat? Ja, niet. Niet. Nou ja, dat bedoel ik. Genemuiden is drukker om de controle weer terug te krijgen, maar heeft daar ontzettend veel moeite mee. En die loopt ook niet lekker, hè, die Bart-Jan Brouwer. Die loopt ook een beetje te benen trekken. Oh ja, kijk, het is nou wel mooi zoals een Matthias Breeman en Bart-Jan Brouwer spelen het hele seizoen eigenlijk al wel standaard. Ja, dat zijn spelers die moeten opstaan nou. Simon Enko, dat zijn de spelers die de ploeg bij de hand moeten nemen, de jonkies op gang moeten helpen. Nee, maar als je het hebt over heel blijven voor die wedstrijd van dinsdag, dan lijkt dat bij Brouwer ook niet helemaal te lukken. Het staat toch een beetje te trekken met zijn maar dat is wel zo'n verschil dat je wel wat achter de hand hebt nog. Met Buitink. Dit is dan buitenspel. Ja, ik mis een beetje de communicatie in het elftal. Spelers die kijken naar elkaar en... Maar goed, Genemuiden is bekend om het vechtvoetbal, het strijd. Dan levert hier één corner. Nou, wat kan één corner mee? Probeert Jansen te bereiken, maar ja, de combinaties lopen ook niet meer, hè? Ja, de vloeiende combinaties van de eerste helft, dat ze elkaar vonden, tempootje erbij. Helemaal eens. Dat is een beetje weg. Genemuiden de eerste helft en Genemuiden de tweede helft, dat is een verschil als dag en nacht. Ze gaan toch wat proberen nog, met Bart-Jan Brouwer daar. In de handen van Kofferman. Dat is de eerste bal die hij vangt, denk ik. Ja, dat idee heb ik ook, ja. Bos, geen risico. Heeft Bos dan geruild met Brouwer? Want ik zie Brouwer nou hier en Bos daar achterin. Ja, hij komt er weer aan. Hij neemt over, maar... Ja, of dit is de tegenstander, dat kan ook. Maar kijk, ze blijven verder gewoon lopen daar. En de muziek is beginnen te spelen, heb ik de indruk? Of, Ja, Tarief gaat nou in. Volendam met 3-0 voor. Nou, dat is allemaal helemaal duidelijk hoe de competitie in de hoofdklasse B afloopt. Urk. Ja. Nou, het zal natuurlijk zuur zijn beginnen, maar want je hebt heel lang bovenaan gestaan. Je hebt heel lang in eigen hand gehouden. Je hebt een keer volgens mij 5 punten voorsprong en alles gehad. Ja, in die derde periode, kijk maar eens naar de stand van die derde periode. Je hebt het daarin eigenlijk wel weggegeven. 3 keer verliezen, 3 keer gelijk, 3 keer gewonnen. Ja, als je kampioen wil worden is dat te weinig. Klopt. En natuurlijk, het is lekker dat je in de eerste periode daar die periode ook pakt. Maar dat zegt misschien ook wel wat, dat je de eerste periode gewoon heerlijk gevoetbald hebt. Kijk, de strijd is er altijd wel geweest bij Genemuiden. Daar zal het niet aan liggen, inzet zal het ook niet aan liggen. Absoluut. Maar dit is ook een stukje, ja, nou ja, jeugd dat nog onervaren is eigenlijk. Hè. Dat ruikt nou een beetje aan dat eerste elftal. Die weet wat ze nou een beetje vaststaan. De meesten hebben allemaal in tweede gespeeld dit jaar. Mocht af en toe plaatsnemen op de bank.
een invalbeurt krijgen, maar meer was het ook eigenlijk niet. Ja, dan is dit toch wel andere koeken eigenlijk. Ja, terwijl Urk onderling heeft afgesproken van we gaan onze tijd eens nemen, want 3-4 op het scorebord, prima standje. Uitvoetballen die hap, maar dat doen ze wel in het 16 meter gebied van Genemuiden. En dat levert zomaar weer een heel gevaarlijk moment op. En meteen druk op de bal, dat doen die mannen van Urk goed. Maar geeft Genemuiden ook kans, wou ik zeggen, om een countertje te plaatsen. Maar ja, dan moet je de bal wel in de ploeg houden. Voorwaarde nummer 1. Gebeurt niet. Ingooi Urk. Het cornerverhaaltje is begonnen. Dan ga ik zo langzamerhand op zoek naar mijn grote vriend Leo, want... Die zit er elke keer om zich heen te kijken waar je blijft. We gaan nabeschouwen over deze wedstrijd. Nou, die is wat mij betreft vrij makkelijk. Heb je al wat vragen gebracht? Prima eerste uur en daarna was het klaar. De wissels, hè? Na de wissels werd het minder. Ja. En nam Urk de controle over het initiatief en moest Genemuiden verdedigen. Heel fijn, Genemuiden gezien het eerste uur en daarna was het... Maar ik vond een heel, heel sterk Genemuiden het eerste uur eigenlijk. Absoluut. Dat ik denk van dit is de tijd geleden dat we dit gezien hebben. Maar ja, als we dan weer op het scorebord kijken zien we daar toch weer een hele vervelende stand. 3-4, maar ja, nogmaals, voor competitieverloop niet interessant. Wellicht wel interessant. Wat Van Lent ook zegt, is wel een dingetje waar het nou eigenlijk mee zit. Hè. Praten met elkaar, dat is eigenlijk wat ik mis bij Genemuiden. Het communiceren en het praten met elkaar. Ja, maar kijk nu naar de laatste lijn van Genemuiden. Wat er allemaal staat en hoe oud die gasten zijn. Nou ja, Van Lent staat daar met de meeste ervaring. Van Lent speelt volgens mij al sinds 2013 in het eerste dan. Is natuurlijk even weg geweest bij IVV. Dat geldt ook voor Simon Eenkorn, die is ook al sinds die periode erbij. Is ook even weg geweest volgens mij... Naar Nunspeet, wat ik me kan herinneren. Is weer teruggekomen dan. Nou, dat zijn de ervaren spelers. En voor de rest, ja, Breemans speelt natuurlijk al een hele poos. Daarin is dit seizoen een goede vaste waarde geworden. En voor de rest is het allemaal... ja, Brouwer heeft zijn doorbraak dit seizoen echt. Nou, de man die de bal naast het lege doel schoof, maar die ook een wereldgoal maakte met die halve omhalen in de kruising. Streutke. Oh. Ja, dat kan het afgemaakt worden. Ook dat nog. Nou ja, de betrouwbare doelman van Genemuiden. Nu voor de eerste keer dit seizoen de fout in. Maar wat we dan kunnen zeggen is, ik ben blij dat hij het nu doet. En niet in de wedstrijd de komende week. Laten we daar maar mee afsluiten. Ik ga naar Leo toe. Richard, nog een minuut of 5 op de klok. Zet hem op. We gaan hem volmaken. Ja, dank je. Ja, Streutke, meestal wel de betrouwbare doelman, heeft dit seizoen ook een keurig seizoen gespeeld. Nou ja, dan is misschien dit ene foutje toch jammer. Het smetje eventjes op deze wedstrijd voor hem. Doelpunt aan de kant van SP Urk, de nummer 7 scoort, het staat 3-5. Nummer 7 is Hessel Snoek. Dus ook Hessel Snoek pikt zijn doelpuntje mee op zo'n manier. En Van der Wijf natuurlijk genoeg gezien zo. Hij zegt ook we moeten slimmer worden, zei hij vorige week. Nou ja, daar kun je dus aan werken. Gelukkig hebben we nog ervaren spelers die dan al buiten het veld staan. Maar je moet je wel realiseren, zonder de spelers werd het wel een andere wedstrijd. Je hebt nou een heel elftal met Genemuidenaren op de doelman Streutke na dan. Deze bal van Jansen eindigt dan in de handen van Kofferman. 3-3 erachterin. Bos moet nog even aan de bak. Met Schraal. Schraal die dan uitglijdt. Dus Bos die dat rustig op kan lossen. Jansen vrij. En dan komt Snoek alweer aan. En Bos krijgt hem toch met een handige maniertje weer terug. Loopt zich dan stuk op Van Veen. Urk ruikt misschien nog wel meer. Lasje die het daar ook lastig heeft daar met diezelfde William de Boer. Ja, Bos en Brouwer hebben dus geruild. De bal op Eenkorn.
Wat kan Eenkor daar nog? Komt er langs, maar daarna in de handen van Kofferman. De wedstrijd, het is wel een beetje gespeeld zo. Gerrit Muiden, wat Cornelis zegt, speelde prima eerste helft. En eigenlijk tot de 60e minuut speelde het lekker voetbal. Daarna kwamen de wissels. En natuurlijk kun je de wissels niet de schuld geven. Maar Kai zei het van laatst ook al wel, als de wissels komen, dan gaat het, krijg je andere posities en alles. En dan loopt het even wat anders. Dan speel je niet meer het vertrouwde spelletje wat je normaal met de vaste basisklanten doet. En Urk benutte de kans zeker. Dus dat zal een groot feest worden op de Urkendag. Het cash op de taart is dan deze overwinning op Gerrit Muiden. Tuinman daar. Zijn debuut gemaakt. Wat kan hij nog? Ja, de bal op Eenkoorn. Eenkoorn wil doorspelen op Lassen. Maar ja, Lassen is tot uit het spel. Dus dan loopt de aanval daar ook stuk. Schraal. Nentjes. Komt de bal nog een keer voor. Maar Van Lente die daar de bal nog weer over de achterlijn wegwerkt. Er gaan nog meer wissels komen, denk ik. William de Boer. William de Boer. En ook Hessel Snoek. Hessel Snoek en William de Boer, het zit erop voor hun. Allebei hebben ze nog een doelpunt gemaakt. Wissel aan de kant van SV Urk, de nummer 6 van William de Boer en de nummer 7 van de Snoek zijn gewisseld. Dus Urk gaat met 9 man de wedstrijd maar afmaken. Er is niks voor ingekomen, dus 9 man. En de wedstrijd is dan ook afgelopen. De laatste wedstrijd wordt gewonnen door SV Urk in deze derby tegen Gerrit Muiden. Het wordt 3-5 voor Urk. SV Urk eindstand 3-5. En dat betekent ook dat het een treinstuk erop zit. In ieder geval het reguliere seizoen zit erop. Maar Gerrit Muiden gaat zich opmaken voor de na-competitie om 4:45 5 in Wetelen tegen wie we gaan spelen. De volgende keer weer hier op Sportpark de Wetering. En dus zitten we op. Het begon lekker. Het speelde het eerste uur prima voetbal. Lekker ontspannen. Daarna kwamen de wissels en toen was het ook op de pot. Dus het is ook de laatste keer voor Kim hier naast mij. Namens het team van Bremen.net. Dank voor je camerawerk. Het zal er niet een belangstelling zijn altijd. Maar we willen je toch bedanken ook via deze weg. Namens de kijkers dan maar. Bedankt voor je werkzaamheden. En wie weet wat er allemaal nog gaat komen in ieder geval. Leo en Corné staan te trappelen, heb ik net gehoord. Corné staat zelfs al, dus ze kunnen het over gaan nemen als ze het zin hebben. Ze lopen weer weg, zie ik. Maar ze mogen het weer over gaan nemen. We wachten even tot de heren op hun plek staan. Ze zijn wat ouder, dus het duurt even wat langer. Dat begrijp ik ook wel. Waar zijn jullie? Dus we wachten nog even af, het zit erop hier.
Van der Weij sparen zijn spelers voor de na-competitie. En dus na de 62e minuut was het ook helemaal klaar en was het goed geweest. We wachten nog even op de heren. En Urk sluit zo dit seizoen lekker af met een overwinning. We wachten nog steeds op Leo en Corné. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn daar. Ik moest het kort houden na de wedstrijd, maar oh, daar komt Corné aan. Ja, ben je klaar? Hij schrikt wakker. Oké, je mag hem overnemen. Leo en Corné, succes met de nabeschouwing. Ik ga hem overnemen. Ik ben erin, ja. Ja, dames en heren, dit was hem dan. Geen de Mouden tegen Urk. Ja, de wedstrijd waarvan van tevoren al wel duidelijk was, doet er totaal niet toe. Nederlaag, Leo. Doet het er inderdaad niet toe? Dat doet het er inderdaad niet toe. Nou, die tweede helft was ook een tweede helft van Genemijn die er echt niet toe deed. Nee, en waar zat hem dat in? Ja, dat vind ik wel een goeie. Moet je dan kijken naar strijd, inzet of weet ik wat? Of is het gewoon al die wissels die er gepleegd werden? Nee, ik denk niet strijd, ik denk niet inzet. Ik denk dat dat prima was. Ik denk dat dat zeg maar was zoals het tweede seizoen was. Ik denk oké. Okay. Ik denk denk toch te veel wissels. Maar ja, ik denk dat die wissels ook zijn gebracht met een bepaald idee. Alleen het verschil tussen Urk en Genemuiden werd wel heel erg groot. En je zei nog in de rust, het verschil in selecties tussen Genemuiden en Urk is groot. Want die van Genemuiden is beter. De wissels aan Genemuiden kant was dat er onder 19 spelers werden ingebracht. En de wissels aan Urk kant betekenden dat spelers die meer wedstrijden bij Urk hadden gespeeld in begin van dit seizoen hun opwachting maakten. En dat was volgens mij het verschil in ieder geval de tweede helft tussen Urk en Genemuiden. Nou ja, vandaar dat je dan ook uiteindelijk met 3-5 verliest en 4 tegentreffers hebt. Maar volgens mij is dit wel een tik die gewoon aankomt. Want nu worden we gewoon vierde. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad wel aankomt. Want ik liep eventjes terug vanuit mijn commentaarpositie hier naartoe naar deze desk. Maar ik hoor echt gemor. Ik hoor echt dat dit een flinke tegenvaller is voor de supporters van Genemuiden. Dat men dat niet had verwacht. Ja, is dat logisch? Is dat logisch? Weet je, deze wedstrijd doet er totaal niet toe. En dat je dan wint, oké, leuk voor het gevoel. Dat je hem dan verliest tegen de kampioen, ja, oké, is niet raar. Maar die moet je gewoon onmiddellijk loslaten deze wedstrijd en kijken naar wat goed is gegaan. En dat was het, nou, de eerste helft was echt dikke prima. De eerste uur kun je van zeggen, oké, was redelijk. En daarna was het over en uit. Ja, maar de lat wordt ook door de supporters heel hoog gelegd. Hè? Ja, kijk, de club, iedereen, als je lid van de club bent, maar dan zie je dit ook. Zie je een accommodatie die perfect is en weet ik wel allemaal meer. Ja. En je ziet ook dat de spelers gehaald kunnen worden. Maakt niet uit wie bijna. Nou ja, en dan gaat de verwachting, kom je bovenaan te staan. Kom je zelfs met 3 punten voor bovenaan te staan. Dan is de verwachting van, nou ja, dat werd ook heel vaak toen de tijd genoemd. De ene laatste wedstrijd en is het kampioenschap binnen, zijn we klaar. Ja, maar we weten inmiddels dat allemaal niet zo is gegaan, deze competitie. Nee, zeker niet. En waarom Urk dan kampioen is geworden en Genemuiden vierde is geworden. Ja, zeg het maar, ik denk dat er nooit een pantklaar antwoord daarop komt. Ik vind ze in ieder geval aanvallend wel gevaarlijk, Urk, zeker de tweede helft. En ik denk dat daar zeg maar toch wel het verschil. Maar ze hebben ook een aantal goede spelers rondlopen. Die nummer 26, William de Boer. Dat is gewoon een vaste waarde daarin bij Genemuiden, hoor. Zelfs die spits, die nummer 9 ook. Dat is ook gewoon een vaste waarde daarin. Nee, daar lopen geen hele vervelende voetballers rondom bij dat Urk. Dus je kunt niet zeggen dat ze met geluk kampioen worden. En allemaal eigen jongens, hè? Ja, nou, dat is ook wel mooi. En weet je, dat probeert Genemuiden natuurlijk ook wel. Zeker de tweede helft, dan sta je op veld met eigen jongens. Maar daar zijn ze kwalitatief nog niet aan toe. En het niveau van Urk aantikken, laten we het zo maar noemen. Vandaar ook dat de spelers komen van buitenaf om toch te proberen een stap te kunnen maken. Ja. Nou ja, precies. Eens wat je zegt. En nogmaals, weet je, je moet op zoek naar de positieve punten van deze wedstrijd om goed de volgende week in te gaan. En nogmaals, de eerste helft was echt een keurige eerste helft van Genemuiden. De eerste kwartier van de tweede helft werd het al wat minder, maar was ook nog alleszins redelijk. Alleen toen Streuter uitviel en Van Bentum, toen was het wel een beetje klaar. Dus dragende spelers, dus waar we het in de rust over hebben gehad met z'n tweeën. Waar ze in de rust over hebben gehad met z'n tweeën. Ja, absoluut. Nou, dan komt de trainer al.
En dat wou jij doen, toch? Of zal ik hem doen? René, je wou een goed gevoel overhouden aan deze wedstrijd. En waar halen we dat goede gevoel met name uit? Eerste helft, 45 minuten. Prima helft. 3-1 voorsprong. En ja, dat het niet 4 of 5-1 is, nou ja, dat is ons eigen ons aan te rekenen. Ja. Daar spelen we gewoon slordig uit. En nou ja, moet het maar niet over die tweede helft hebben. Nee, eerste kwartier ging dan nog wel. Maar toen toen je de laatste twee wissels doorbracht van Bentum en Streutker, toen was het verschil te groot. Nou, maar dan weet je, dat is gewoon met mentaliteit. Ja. Weet je, je moet met je hart spelen. En dat zie ik niet. En met een stukje beleving. En je kan niet 4 goals tegenkrijgen. En zeker niet het laatste gedeelte. Dus weet je, we kunnen er lang en breed over praten. Dat hebben we niet goed gedaan. En ja, ik schaam mezelf als trainer kapot. Goed, ik moet wel richten op dinsdag. Maar dit heb ik niet vaak gezien. Nee, dus het zit hem niet alleen in de jeugdigheid van de spelers die hem hebben gebracht. Het gaat verder dan dat. Nee, wij laten de club zakken. Simpel. In zo'n wedstrijd tegen Urk, laatste wedstrijd. En dan denk ik dat jongens zich willen laten zien. Nou, dat heb ik niet gezien. En we zakken mee door het ijs. En weet je, je kan wel zeggen dat je jongens wisselt. Dat is het niet. Je moet spelen met je hart. En dat heb ik gezien, niet gezien. Ja, akkoord. Waar we wel mee doorgaan is toch, ja, laten we dan toch maar blijven vasthouden aan dat positieve. Want die eerste helft was gewoon heel goed. Zeker, zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. En we gaan gewoon weer richting dinsdag. Dat is gewoon, de koppen moeten weer leeg. Maar goed, dat er wat anders moet gebeuren, dat is duidelijk. En dat gaat ook gebeuren. En er komen ook andere jongens weer terug. En die zijn fit, dus dat is mooi. Nee. Goede basis, die eerste helft daarop voortbeduren. En dinsdag gaan we er weer voor. Ja, zo is het. Dankjewel. Ja, klippenklaar duidelijk verhaal van trainer Van der Wij. Kom er maar weer bij, Leo. Het is nog eens afsluiten deze wedstrijd. Het is gewoon geen woord Japans. Nee, zeker geen woordje Japans. En ik draai er ook niet mee. En het is wel een van de eerste keren dat de trainer niet de spelers de hand boven het hoofd houdt. Want meestal dan zegt hij nog wel van, nou ja, het valt nog wel mee en dat soort allemaal dingen. Maar nu zegt hij gewoon keihard van, de spelers hebben hem de club in de steek gelaten. Ja, nou ja, nogmaals, het was inderdaad wel opmerkelijk. Want ik vond dat hij zeg maar de jeugd aan de kans gaf. En dat de jeugd, als je die vergelijkt met de wissels van Urk, dat die dat niet aan kunnen tikken. Dat er kwalitatief te weinig is. Ja. Maar ik vond het wel opmerkelijk. En betekent wel dat er zeg maar wat gaat gebeuren richting dinsdag, denk ik. Maar is ook nodig. Is ook nodig. Vier doelpunten en vooral op de manier hoe je die weggeeft. Zonder organisatie, zonder structuur of wat dan ook. En nou gewoon eerlijk zijn, deze groep traint gewoon dinsdags en donderdags twee keer. Of misschien wel drie keer. Vaak als je trainen samen en is niet één maand, maar een heel seizoen samen, dan denk ik ook dat hij dus ook gewoon meer verwacht had. Nou, het is zoals het is. De competitie 2021-2022 zit erop. De wedstrijd tussen Sportclub Genemuiden tegen Urk wordt verloren door Genemuiden. Urk gaat ook hier vandaan met 3 punten in de tas, in de bus. Het Urkenfeest wordt alleen maar groter. Ja, jammer. En dinsdag gaan wij weer verder met de na-competitie. Leo, helaas ben jij niet van de partij, begrijp ik, maar zaterdag weer wel, toch? Zeker, zaterdag ook. Goed, we gaan kijken wie de tegenstander wordt in de na-competitie van het seizoen 2021. Dank u wel voor het kijken van vandaag en dinsdag. Dan zijn wij er weer.